Libi ko trangano, libi ko hebino, al libi lai so meni sorgu giden na insranan. No den tag you awa, e den ki sweet ranan, pi ala ya no man forgiti na pres pe umetan. Sai di prazeri tu no mastridi Omeri war tu tati ab sale guinti uno me archi so meri ari sale u atra gue fu soso sa u candu ai mi strana mi lobi So lazy day epsa Du ere no benja Di casu ati de na famili de So far away Trobie me ala dei Ma lo vide na ala sei So lisa abina firi Fu lo di gidendra pe So meri Sai li prazeri tu no mastridi O meni war tu taki ab sale guinti U nome archi So meni ari sale u atra que bu soso Sa u candu Ai mi strana Mi lobi Den tag you awa, e den ki sweet ranan, vi ala ya roman forgiti na pres pe umbetan. So meni neti psai ni prazeri, du no masridi. O meni war to taki, ab sale guinti, uno me archi. Uatra prevu soso Aiza ukandu Mami strana Mi love you Goedenavond, goedenavond. Daar zijn we weer bij Radio Mart. Mijn naam is Gloria Botse en ik ben hier bij u met het programma Travasdeer, zoals elke dinsdagavond. Mijn co-host vanavond is, zoals de afgelopen weken, Peter Wolf. En vanavond hebben we weer te gast Wilgo Pengel. En onze geluidsman, onze technicus is Iggy. Zo, welkom iedereen die kijkt en luistert ons programma Travasdeer. Ik hoor nog allerlei geluiden, klopt dat bij mij? Ik hoor mezelf. Hoe kan dat? Heb ik het hier? Ah, is mijn eigen Tori. Denk ik, ja, sorry. Dan hoor ik bij jou ook niks? Nee, oké. Nee, ik hoor het nog steeds. Ja, wat we hebben afgesproken vanavond, wij gaan bellen met Anto Karg. En ik hoor ook nog steeds iets, hè? Ik weet niet wat ik hoor. Nee, ik denk dat ik al weet wat het is, maar dat is een technisch issue wat daar ergens ligt. Dat is niet nu om het op te lossen, dat gaat nu niet. Nee, maar ik hoor mezelf, dus ik is dat de bedoeling? Ja. Eens even kijken wat er aan de hand is. Of ik even een... geluid is uit bij mij, denk ik. Nee, ik denk dat de microfoons het geluid opvangen. En dat dus om en om dus blijven... Ik kan jou even helpen met het geluid, even goed te regelen. Of
komt hier. Ja, en zoals we nu horen, we gaan eventjes bellen met Anton Karg. Maar dan moet natuurlijk ons geluid ook wel erg goed zijn. Want anders is het storend als hij ons dan ook dubbel hoort. Even kijken, ik hoor mezelf nu niet meer. Dus ik weet niet waar het net lag. Lag het aan mij, lag het aan jouw microfoon? Nee, ik hoor het nog steeds. Ik hoor het ook nog steeds. Horen jullie mij goed? Ik hoor je heel goed. En de mensen thuis? Ik heb geen geluid. Ik heb ook geen geluid als het goed is. Oh ja, ik had wel geluid. Wacht even. Ah. Was ik de boosdoener? Ja. Ik hoor het niet meer. Ik was de schuldige. Mia culpa, mia culpa. Oké, nog goed. Nu is het opgelost en we gaan even bellen met Anton Karg. Maar voordat we daar over gaan, ik las vandaag een interessant artikel over de heer, de fractievoorzitter van de NDP, ja, de heer Rabin Permisser, die wat vragen heeft gesteld aan de huidige regering ten aanzien van de financiële huishouding. En ik vroeg me af, hè, wat mij dus, ja, hoe zeg je dat, toch wel even verbaasde is. Ja. Het is de regering geweest van voorheen, waar onder andere meneer Permisser deel van heeft uitgemaakt. En die vervolgens nu vragen gaat stellen. In 2013 heeft de VES toen al aangegeven, jongens, het gaat niet goed. Let op jullie financiële huishouding. Er is niets mee gedaan. Integendeel zijn er meer leningen gesloten, waardoor we nu in een financiële malaise zitten. Dus het verwonderde mij enigszins dat de heer Permisser dan vragen stelt, ja, over de huidige financiële situatie. Ja, dat klopt. Ik viel bijna van mijn stoel toen ik het las. Ik had zoiets van, hè? Heb ik het wel goed gelezen? Behalve dat men heel veel leningen heeft afgesloten, want in principe is dat geen probleem, hè? Als je leningen neemt, dat kan ieder land doet dat en dat, ja, mag. Als je het maar goed belegt of goed, ja, investeert. Ja. Alleen, ze hebben ook een grote wanbeleid gevoerd. Heel veel corruptie hebben ze toegelaten. Ja. Sterker nog, er is sprake geweest van een criminele bende daar bij de overheid van Suriname. Men heeft georganiseerd, heeft men er van alles aan gedaan om de staat Suriname honderden miljoenen US dollar lichter te maken. Ja. En het is er nog gelukt ook. Ja. Weet je? En dan kom je nu doen alsof je neus bloedt. Ja. En zeggen van, ja, we willen graag weten wat de plannen zijn van de nieuwe regering over, ja, de financiële situatie, ja, van het land. Ja. Wil goed helpen, hoor, maar ik begrijp het niet. Nee, ik ook niet, hoor. Ik doe niet eens de moeite om het te begrijpen. Die man heeft gewoon geestelijke bijstand nodig. Dr. Phil, of misschien hebben ze een vergelijk in Suriname die hem bij kan staan op dat punt. Want ja, ik zeg al vaker, jippie de. Nee, dit is gewoon ongekend. Ja. Kijk, natuurlijk heeft die man we moeten wel wezen, de man is wel gekozen. Hij is als DNA-lid gekozen, mm-hmm, en hij vertegenwoordigt, hoe je draait of keert, ja, een deel van het volk. Ja. Maar hoe breng je de boodschap over? Ik zou wat meer rust en wat meer empathie voor deze regering betonen. In plaats van te doen alsof er niks is gebeurd de afgelopen 10 jaar. Ja. En komen doen alsof de regering ervoor heeft verzorgd, of de huidige regering, alsof de problemen die ze nu kennen, mm-hmm, veroorzaakt zijn door deze regering. Nee, ja, het is door de regering Bouterse, Adin, Bouterse, Amarali. Ja. Is het ontstaan. En ja, dan moet je gewoon pas op plaats maken en gewoon je plaats kennen, gewoon, vind ik. Ja, en dat precies. Kijk, je zegt terecht, hij is gekozen, dus hij is een volksvertegenwoordiger. Ja. En als zodanig hoort hij ook vragen te stellen. Ja. Het zou mij wel eventjes, ja, van sier hebben getuigd als je het gezegd, nou, we hebben meegewerkt, ja, aan eigenlijk misschien te veel hebben geleend. Ik ben benieuwd hoe u het nu gaat oppakken. Ja. Maar goed, ik heb me dus daarover een beetje verbaasd. We gaan nu eventjes bellen naar Anton Karg. Ja. Die staat te wachten, als het goed is, om ons te woord te staan. Mensen, als jullie vragen hebben voor de heer Karg, laat het weten. Roept u dat maar gerust, zou ik zeggen. Ik heb wat vragen sowieso al voor Elvin Roosveld. Ja. Natuurlijk onze CDS-directeur, ja, zou je kunnen zeggen, want hij is er toch mee belast. We gaan nu even bellen naar Anton Karg. Anton Karg is dus advocaat en hoofdbestuurslid van PRO. Let me see of he is available, want dat hebben we met hem afgesproken, ik hem zou bellen. En ik ben benieuwd. Het gaat over en hij neemt nog niet op. Dus even kijken, hoor, waarom Anton niet. Oké, ik zei 16:25, dus ja. Ja, dat is nog niet een paar minuutjes. We kunnen sowieso al een beetje discussiëren over waarom we Anton gaan bellen, zodat de kijkers en de luisteraars ja, alle ideeën hebben waar het over zal gaan. Ja. Ja. Zoals de kijkers en luisteraars weten, is er een zaak aanhangig gemaakt door enkele Surinamers, waarbij de
wantoestanden bij de EBS en andere staatsbedrijven aan de orde zijn gebracht. En er is aangifte gedaan. Ja. Een paar dagen later hebben twee parlementariërs van de VAP zich teruggetrokken. Uit de groep van mensen die hadden besloten om een zaak aan hang te maken tegen de heer Sibilo. De zaak Sibilo was geloof ik en de zaak Rusland. Vervolgens hebben de advocaten... Ons geluid is te zacht hoor ik, sorry okay. hoor. Ja. Sorry. Ons geluid is te zacht, misschien moet ik wat dichter bij de microfoon praten of zo. Let me know of het nu beter is. Rosanna zegt, het is te zacht, jullie geluid. En waarover gaat het programma, Rosanna? We gaan bellen dus met de heer Anton Karg, advocaat. En we gaan spreken met Alvin Roosveld, de directeur of de... Ja, de het gaat over de actualiteit van Suriname. Van Suriname. We zijn zeer betrokken. En er is een andere manier om naar zaken te kijken. En dat beelden wij met dit programma uit. Juist, ja. Yes. Sorry. Ja. Jij was aan het zeggen... Ja goed, de heren die zijn aangeklaagd, die hebben het lef gehad om deze indieners te bedreigen. Van jongens, als jullie niet binnen één dag deze aanklacht intrekken, dan gaan we jullie weer aanklagen. Nou, hetzelfde zie je ook met Hoefdraad. Hoefdraad is in het nieuws geweest, mm-hmm. omdat hij de staat Suriname gaat aanklagen, ja. omdat hij vindt dat hij niet goed is behandeld en dat de aanname van zijn vervolging door de DNA niet op wettelijke basis gestoeld is. Ja, volgens de heer Hoefdraad inderdaad. En Als het nog niet erg is, dan eist deze man nog geld ook. Ja. Dat als zij niet nakomen wat hij eist, dat de staat Suriname hem elke dag 100.000 SCD moet betalen. Hoe noem je zo iemand? Is dat draai? Is dat arrogantie? Profiteur? Een oplichter? Een crimineel? Iemand die deel uitmaakt van een maffiabende en die nu waarschijnlijk door al dat geld dat er nu is gestolen, wordt beschermd. Mm-hmm. Want de ex-president heeft zelf gezegd, we hebben heel veel advocaten klaar om alles en iedereen te verdedigen die zal worden aangevallen door de nieuwe, of ja, aangevallen, die zal worden vervolgd of door de nieuwe regering. Nou, dat zie je nu al. Hij heeft nu drie advocaten. Ja, heb je niet gelezen op de waarheid? Ja, nee, dat heb ik wel gelezen. Maar zijn dreigende houding, ik vind het eigenlijk een beetje lachwekkend, want hoeveel advocaten zijn er dan in Suriname? 100.000? Een miljoen? Ja, dat weet je wel. Ze hebben heel veel advocaten. Ja, allemaal ongeloofwaardig, weet je. We laten ons eigenlijk nu op dit moment ook weer misleiden door de oude garde, door maar steeds over deze mensen te blijven discussiëren over de dingen die ze roepen, want het is allemaal angstzaaien en het gaat eigenlijk nergens over. Ze zijn uitgespeeld, mensen, we moeten verder, travas dit. Ze zijn nog niet uitgespeeld, Wilgo, omdat ze zijn nog niet achter tralies. Ze hebben het land heel veel schade berokkend. Nee, de afgelopen jaren hebben ze heel veel gestolen en heel veel, weet ik veel, wat ze allemaal niet hebben of wel of niet hebben gedaan. Deze mensen moeten vervolgd worden en dan pas zal ik rust hebben. Ja, maar dat is dus de andere kant van de medaille en daar moeten we inderdaad ook naartoe gaan. Dat moet ook doorgaan. Maar om maar steeds van, ja, heb je gehoord wat je hebt gezegd? Ja, ik weet het. En het gaat eigenlijk Ja, maar dat is de actualiteit zo. Natuurlijk. Hè? Ik bedoel, van, ja, maar op deze manier proberen ze dus wel constant in beeld te blijven. Van, ja, kijk, we zijn er nog steeds. Want... Ja, en wat ik daarmee probeer dus wil gewoon, want mm-hmm. dus, wat hij beweert, worden wel groepen mensen gelezen en geloofd. Dan is het juist goed om even die tegenhang te geven. Mm-hmm. Was jij niet zelf onderdeel van dat stukje... criminaliteit? Van het beleid mm-hmm. dat heeft bijgedragen dat we nu in de financiële malaise zitten. Dat doe ik dus om de ding in balans te houden. Ja, en dat zou je dus blijven benoemen, want het is ook inderdaad zoals Peter zegt, actualiteit. Dus je gaat het blijven benoemen en niet zozeer omdat ik hem een podium gun, maar toch eventjes zeggen van, hey, laten we even eerlijk zijn hier. Hoe is die Tory echt? Precies. Jij was onderdeel van het beleid. Ja. Jij hebt ervoor gezorgd onder andere en mee hebben gewerkt aan het feit dat er financiële malaise is. Precies. En nu kun jij dus vragen stellen van hoe het zit met, hoe zeg je dat, het beleid nu. Roxanne, dus er wordt niet naar de reacties gekeken. Dus ik heb net gezegd, ik heb het antwoord gegeven aan Rosanne net. Toen ze vroeg waarover het gaat, heb ik het benoemd. Ja, dus klopt. Ik snap misschien niet. Moet ik het herhalen voor Rosanna. Rosanna, het is een programma genaamd Travas D. We proberen met deze programma de bewustwording onder Surinamers, zowel in Nederland als Suriname, te verhogen. En om gewoon uit te beelden dat er een andere manier is om beleid te gaan voeren in Suriname. We moeten af van de oude corrupte politieke constellatie dat ons land al 45 jaar gevangen houdt, gegijzeld houdt. En met dit programma willen wij mensen een podium bieden om hun noden en hun grieven kenbaar te maken. En ook om de actualiteit te behandelen.
Ja, en precies. En daar gaan we dus voor. Maar die vraag had ik al beantwoord. Maar waarschijnlijk heeft ze dat dus niet goed gehoord. Dus vandaar dat ze dus nu uit de groep is. Nou, dat is iedereen natuurlijk vrij om te bepalen. Antoon neemt nog niet op. Ik heb hem 3 minuten nog. Waarschijnlijk ben ik te vroeg. Ik had hem gezegd 16:25. Antoon is altijd een man van de tijd. Ja. Dus ik ga ervan uit dat hij zo meteen ook beschikbaar is om ons te woord te staan. En daarna gaan we praten ook nog met Elvin, ja. Roosveld. Ik heb verschillende vragen naar hem toegestuurd, die we ook allemaal hebben gekregen. Dus die gaan we ook behandelen met Elvin. En Elvin Roosveld is degene die nu verantwoordelijk is voor de communicatie dienstverlening Suriname. CDS. En, afgekort CDS inderdaad. En hij doet ook een programma, heet Green Talkie, ja. Dat hij elke week doet met de president Santokki. Ja. Om eventjes informeel te gaan praten over de lopende zaken in Suriname. Op zich een goed initiatief, denk ik. Dat men ook gewoon op een ontspannen manier de president hoort. En als het goed is, hebben we volgende week gaat dan de jaarbegroting of ja. De begrotingsnota wordt ja. Ingediend. En dan kunnen we kijken hoe wat hij dan zijn. Exactly wat de cijfers zijn. Met name voor jou is het erg belangrijk als econoom. Goed, zoals je weet heb ik, zit ik al een tijdje te hameren naar cijfers. Niet alleen bij deze regering, maar ook bij de vorige regering heb ik altijd aangedrongen van jongens, kom op, laat eens zien wat jullie aan het doen zijn. Laat eens zien hoe we ervoor staan. En je ziet dat men structureel dat soort zaken niet wil bekendmaken. En ja goed, laten we deze regering even de kans geven. Ik vond sowieso al dat we al cijfers verdienden te hebben gezien. Maar goed, ze zullen wel een eigen reden hebben daarvoor waarom we ze nog niet hebben gezien. Mm-hmm. Dus ja, als ze de begroting gaan indienen, gaan we de cijfers zien. En ja, daar ga ik die heel erg van dichtbij bekijken. Ja. Maar volgens mij zouden ze toch ook vandaag iets met... er zou vandaag, dus de 15e, zou iets gebeuren. 16e geloof ik. Ja, nee, de 15e zou ook nog zo iets gebeuren. Volgens mij moesten dan alle ministers van alle departementen hun plannen klaar hebben. Omdat dan een van deze dagen dan ook weer te gaan presenteren. Ik probeer het even op te zoeken. Want ik weet dat ze dat destijds hebben gezegd. Ja. Naast dan dat ze ook de 18e dus met een uiteenzetting zouden komen over de financiële situatie zoals die nu is. En ze hadden nog een paar uitspraken gedaan. Maar misschien dat meneer Roosveld het dadelijk ook zelf kan nader toelichten. Ja, en kijk, inderdaad is dus die 18e is die begroting die ze gaan indienen. Ja. Ja. En dan gaan ze vertellen op welke departementen wat is nodig. En dan zullen we dus eigenlijk alle cijfers horen als het goed is. Ja. Jij zegt, want hoe lang zijn er geen jaarcijfers bekendgemaakt van de vorige regering? Sowieso, kijk naar de centrale bank als econoom. Kijk naar de centrale bank, want daar kan je door middel van de weekbalansen kan je zien hoeveel er geld over en weer wordt verhandeld en overgemaakt. Mm-hmm. De regering heeft ook zijn eigen manier van het verschaffen van cijfers. En dat is de jaarbegroting. Ja. De afgelopen jaren heeft men structureel de jaarbegroting van het komend jaar, het jaar daarna, gepubliceerd. Dus ja, je hebt er echt niet zoveel aan. Nog een keer, wat deden ze dus? Nou goed, als je bijvoorbeeld voor 2021 een begroting maakt, mm-hmm. dan moet je al in 2020 mm-hmm. moet je het al ter goedkeuring bij de DNA deponeren. Ja. Maar wat je zag, het was pas eind 2021, mm-hmm. Kwam men met cijfers. En ja, daar waren de cijfers al lang achterhaald. En ja, dat gaf aan dat men niet goed voorbereid of goed beslagen te eisen op het podium kwam. En dat mm-hmm. was eigenlijk heel erg jammer. Weet je, jammer en ook een zweem van verdenking dat ze niet met goede dingen bezig waren. Omdat ja, waarom wil je die cijfers niet bekendmaken? Je weet toch al wat je wil gaan doen? Ja. Dus eigenlijk kan je het gewoon zeggen van ze wisten dus donders goed waar ze mee bezig waren. Want meneer Hoefdraad en zijn voorgangers zijn ook economen. Ze hebben daar heel hard voor moeten studeren. Of tenminste, wat nemen we dat maar aan. Want zijn uitwerkingen, ja, dat spreekt ook eigenlijk voor boekdelen. Dan betwijfel je überhaupt hoe die gratie heeft gehaald. Of die graad bedoel ik heeft gehaald. Dat is in Cuba geloof ik. 1984 of 81 geloof ik. Nou, dat zou waarschijnlijk dus... Nou, ik mag dat niet zeggen, maar Cuba staat bekend om hun goede opleidingen, toch, hè? Ja. Denk ik. Ja. Zou je denken? Ik weet het niet. Maar goed, iedereen kijkt tegenwoordig... Ik weet van gezondheidszorg. Ik weet niet van... Ja, gezondheidszorg staat heel goed aangeschreven. Maar ja, het blijft een verrassing natuurlijk. Maar goed, in dit geval voordeel van de twijfel, want meneer zegt hij zijn econoom. Nou oké, voor voorlopig hebben we gezien dat hij alles behalve dat op de juiste manier heeft gedaan. Ja. Maar eens even terug te komen op mijn vraag. Dus de vorige regering heeft geen jaarverslagen ingediend? Of geen jaarnota's? Sowieso geen jaarverslagen. Dat is van de centrale bank. Mm-hmm. Van de centrale bank hebben ze al 5 jaar. Sinds 2015 hebben ze geen jaarverslagen gepubliceerd. Dus we weten niet hoe de staatshuishouden bij echt de centrale bank zit. Echt eruit ziet. En bij de regering zagen we altijd een vertraging bij het indienen van de staatsbegrotingen. Mm-hmm. Dat was altijd een jaar later dan het jaar waar het over ging.
Oké, ik ga nu eventjes kijken. Ik zie wat opmerkingen zijn geplaatst. Dus misschien kunnen we die ook al eventjes gaan lezen. Even kijken, ik snap niet waarom mijn telefoon. John zegt, goedenavond. Graag ook reactie op de komst van Mike Pompeo. Misschien kan Elvin in het kader van de transparantie ook aangeven wat hij doet. Ook die vraag hebben we doorgespeeld al naar Elvin. Er wordt ook naar de reacties gekeken. Dus dat zei Rosanne. Linda zegt, nee, ze hebben het wel uitgelegd aan mevrouw de Mees. Dankjewel, Linda. Waarom willen mensen ruzie en zo snel boos? Ja, Beatrix, snap het ook. Het is te warm waarschijnlijk. Oké, okay, we hebben die vraag voorgelegd ook inmiddels, John, aan Elvin. Normaal gesproken, we hebben met Elvin afgesproken dat ik hem bel om 4:15 Nederlandse tijd. Surinaamse tijd. En 4:15 heb ik afgesproken met Antoon Karrig om hem te bellen. Maar hij neemt helaas niet op. Misschien kunnen we deze vraag dan beantwoorden van John Homerus. Die zegt, goedenavond. Die heb ik net voorgelezen. Over Pompeo? Ja. Mark Pompeo? Oké. Okay. Ja, en die vraag hebben we al doorgespeeld naar Elvin. Okay. Dat is een vraag voor Elvin, zegt hij. Dat zeg ik nu pas. Maar misschien kunnen wij ons licht daarover schijnen. Ja. Wilgo, wat denk je dat Mike Pompeo op stel en sprong in Suriname komt doen? Alleen maar goed. Een beetje machtsvertoon naar oude regering toe? Niet eens machtsvertoon en ook niet zozeer naar de oude regering. Ik denk juist naar de nieuwe regering laten zien dat zij een kans hebben om de banden aan te halen. Ja. Ja. En dan kijken hoe dat zich verder gaat ontwikkelen, want Trump zie ik voorlopig niet komen. Ja, nee, nou, maar het was toch niet stel op sprong Suriname. Hij deed sowieso andere meerdere landen aan. Maar daarom zei ik op stel op sprong, omdat ik had gehoord dat hij misschien langer zou blijven. Ja, het was een soort van reis naar bepaalde landen. En eventjes doet hij Suriname aan. Je kunt het natuurlijk op verschillende manieren vertalen. Ja. Inderdaad, waarschijnlijk een soort van, kijk hier, wij zijn hier als geweldige macht, staan wij achter deze huidige regering. Ja. En kan een soort sneer zijn naar de vorige regering. Ja, dat zullen ze sowieso aanvoelen. Want ik was eigenlijk benieuwd naar wat Boutersen hierover te zeggen heeft. Och ja, Wilgo wordt daar weer boos. Want die zegt, we moeten de man geen podium bieden. Maar hij had toen gezegd dat als de koning naar Suriname zou komen, dat hij Paramaribo hem mede zou afsluiten. Ja. Ik wens hem heel veel sterkte. Ook voor hem, jippie de. Nee, maar goed, het is een goed teken dat Mike Pompeo komt. Het is een goed teken dat Amerika Suriname in het vizier heeft. En ons een soort van een steun in de rug komt geven van jongens, we staan achter jullie. En, weet je, en we zijn bereid jullie te helpen. Hopelijk willen ze ook financieel Suriname op een of andere manier bijstaan. Want zij behoren ook tot de G20 en ze hebben een dikke vinger in de pap in de G20. Dat staat voor geïndustrialiseerde landen. En we hebben die landen op dit moment heel erg nodig. En dat heb ik niet alleen over Suriname, maar over al die kleine landen die nu zo te maken hebben en nu zo te lijden hebben onder de COVID-19. Ja. Laten we hopen dat de G20 een model bedenkt waarbij ze deze landen, waaronder Suriname, tegemoet kunnen schieten. En misschien dat wij de rente voor 6 maanden even kunnen uitstellen of dat er fondsen beschikbaar gesteld kunnen worden. Goedenavond met Gloria, u bent live in de uitzending. Ja, goedenavond met Amy. Hi Amy. Ik had even een opmerking, hè. Ja hoor. Waarom zit iedereen zo te springen dat een Amerikaanse minister naar Suriname komt? Het was in het nieuws. Maar het is geen geweldigheid. En wie moet er bang voor worden? Ze kunnen hun eigen problemen in eigen land niet oplossen. Mm-hmm. Het is toch een... de regering moet de mensen op de hoogte stellen. Want nu is iedereen aan het gissen. Wat een goede man komt doen. Ja. Met wat voor bedoelingen. Ja. Ik bedoel, kijk, als die goede man komt en als ze war willen of zo, komen ze niet aan deze boten. Er zijn andere onschuldige mensen die eronder gaan leiden als dat de bedoeling is. Ja. Ten aanzien van de oude regering, hè. Ja. Ik vind het zo raar dat mensen blijven hameren en blijven praten. We weten allemaal wat er gaande is en wat er gebeurd is. Ja. Wat doet de nieuwe regering? Ja. Die zou orde op zaken stellen. Dus dat is nou prioriteit. Ja. Want anders zijn we straks 5 jaar of verder en we blijven nog praten over de oude regering. Daar zit ik toch geen zoden aan de dijk. Amy, als je dus wel bedenkt dat er 10 jaar heeft geduurd om de leiding is geweest 10 jaar aan een bepaalde regering, dan heeft deze nieuwe regering, de huidige regering, inderdaad de taak om orde op zaken te stellen. Maar dat zal wel even wat tijd kosten, hè? We praten dus niet over iets overnemen van een maand dat maar een maand geduurd heeft. Ze nemen iets over dat 10 jaar heeft geduurd. En dat zal wat tijd kosten. Nou, daar wil ik aan toevoegen dat al is het 30 jaar na vandaag, dan nog zal deze regering herinnerd worden als een regering die het land eigenlijk kapot heeft gemaakt en failliet naar de failliete status heeft gebracht. Oplossen. Je hoeft het volk niet mee op te zadelen. Want ze maken die mensen gewoon angstig. Je zou het toch oplossen. Hij wist wat hij overnam. Hij wist het.
Veel mensen toch? Dat dus? Er kwamen cijfers naar buiten, er kwamen leningen naar buiten. Ja. Ja. Iedereen dacht dat hij een plan had, een plan van aanpak. Ja. Maar dat heeft hij waarschijnlijk niet. Ja. Dat weet ik niet of hij dat niet heeft. Het zou ook kunnen zijn. Nogmaals, het zal moeten blijken. De 18 september, dacht ik. Echter zou ook kunnen zeggen, hij had helemaal geen idee. Het heeft hij ook toen gezegd. Ik had een enig idee dat ik wel, zeg maar, best wel vrij rommel, om het even zo oneerbiedig te zeggen, zal aantreffen. Maar waarschijnlijk de omvang van de grote malaise is misschien nu pas duidelijk geworden. En ik denk ook dat de huidige regering wat steekjes heeft laten vallen. Echter hebben ze heel veel tijd nodig, denk ik, om dat wat 10 jaren fout is gegaan, wat krom is gegroeid, krijg je niet binnen 3 maanden recht. Ik moet Amy wel bijvallen. Dat begrijp ik wel. Maar er zijn gesprekken geweest, hè? Ja. De vicepresident apart en de president apart. Niemand weet wat de inhoud van is. Ja. De president zegt dat hij alles heeft uitgelegd aan de president, de huidige president, en dat hij van op de hoogte was. Ja. Dat heeft hij gezegd. Mm-hmm. Op de televisie. Ja. Iemand zegt... Hey, wist ervan. Het probleem is, wat gaat hij eraan doen? Hoe gaat hij het oplossen? Mm-hmm. Ja, precies. Nou, ook die vraag hebben wij natuurlijk. Hoe zal hij het oplossen? Ik ben daar ook zeer benieuwd naar. Dank u wel voor uw bijdrage, Amy. We kijken naar uit. Dank u wel, hoor. Fijne avond. Dank u wel voor het luisteren. Ik zie dat mevrouw Juliana zegt, even hoor, de schuldenlast was toen al bekend, zegt Subhas. Klopt. Juliana zegt, jullie zijn gewend te liegen, en ik weet niet over jullie, neem aan wij, dat ze daar refereert, dat voor jullie minimaal is zaken te verdraaien. De voormalige president heeft nooit te nimmer gezegd dat hij het land hermetisch zal afsluiten. Hij heeft gezegd dat indien de koning komt om rotzooi te schoppen, hij het land hermetisch zal afsluiten. Jullie liegen alsof het gedrukt staat. Ik wil er even op ingaan. Ze zegt hetzelfde eigenlijk. Ja. Dat liegt zij ook. Ja, maar goed. Nee, de toevoeging die zij geeft, en dat wordt ook inderdaad meneer Boutersen gezegd heeft, en let wel, meneer Boutersen, dus kan ook zijn meneer Pinas of mevrouw Botsen. Een burger heeft gezegd, als de koning komt om rotzooi te schoppen, wie bepaalt wat rotzooi is, welke criteria hanteert hij, ja. Wat noemt hij rotzooi? En dan zegt hij, zal hij de stad of het land of Paramaribo hermetisch afsluiten. Dat kan geen enkele burger zeggen, geen enkele burger heeft dat recht om dat te zeggen. Dus ik denk niet dat wij gelogen hebben, Juliana. Ik denk dat het is een... Het laatste stuk hebben we misschien vergeten, maar hij heeft gezegd, als de koning komt om rotzooi te schoppen, dan... Ja, nou, het was ook cynisch gezegd door ons, cynisch bedoeld, want kijk, de koning en de koningin en alle koningen daarvoor, die zijn altijd over de hele wereld hebben zich afgereisd en nog nooit is er een onvertogen woord gevallen vanuit het Nederlandse koningshuis. Waarom nu speciaal wel? En daarna was het een soort van cynische opmerking van ons, van ja, hij gaat de stad hermetisch afsluiten. Dus ja, de mevrouw neemt de soep te heet, denk ik, dan als het opgediend. Mm-hmm. De heer Boutersen moet gewoon zijn mond houden, gewoon. De koning heeft nog nooit ergens in de wereld stemmen geschopt. Waarom niet speciaal wel? Het is gewoon weer een manier van misleiding. Ja. Net zoals hij het had over de mannen in korte onderbroeken en constant de koloniale snaar aan het bespelen was. Korte broeken. En de koloniale snaar aan het bespelen was. Met opzet wil hij dat weer gaan doen. En daar pikken we niet. En dan mag hij als misleiding zien of whatever. Maar hij moet gewoon zijn mond houden gewoon. Ja, pikken het gewoon als, niet van als burger hem. Zeker. Ja. Helga zegt, aan de olie mag ook gewerkt worden. En Suba zegt, wat nu vaststaat, is dat politieke partijen niets anders zijn dan gelegaliseerde criminele organisaties. Wat is jouw opmerking? Ben je daarmee eens? Ik was even aan het kijken. Wat vroeg zij? Hij zegt, wat nu vaststaat, is dat de politieke partijen niets anders zijn dan gelegaliseerde criminele organisaties. Ik denk dat die vraag aan mij gesteld wordt, want deze meneer denkt wel mijn mening. Maar goed, ik neig ook die kant op te gaan, omdat de afgelopen 45 jaar hebben we gezien dat men altijd van die hele mooie beloftes had naar de bevolking toe. En als men eenmaal op de plusjes zat, echt aan het stuur zat, dat men al die zaken die men had beloofd, structureel niet nakwam en alleen maar bezig was met benoemingen, mm-hmm. met familie.
familie en vrienden op plekken zetten. En gewoon heel veel geld gewoon te laten verdwijnen. En op dit moment, zoals we het nu meemaken, deze regering geven nog, ondanks het feit dat ze slecht zijn begonnen en dat het eigenlijk geen goede basis is om te beginnen, zeg ik van oké, ze hebben nog niet zo erg gedaan als de vorige regering hiervoor, helemaal de afgelopen 10 jaar. Ja. Maar zoals ze zijn begonnen, ik ben bang dat we dezelfde weg weer opgaan. Ja. Maar goed, laten we even afwachten. Precies. Ja. Staatsolieobligaties die 400 miljoen moet opbrengen, zal funest blijken te zijn voor Surinamers? Nee, dat is een staatsobligatie en elke regering mag geld lenen. Is een hele goede vraag trouwens. Maar kun je uitleggen, wat is een staatsobligatie? Nou, een staatsobligatie is een regering die heeft geld nodig. Ja. Dus wat doet men? Men geeft een soort van aandelen uit. Maar alleen worden de aandelen niet uitgegeven zoals men dat doet bij een aandelenuitgifte. Maar nee, men geeft briefjes van 1000. Dus, dat is een soort van een papiertje van 1000 US dollar. En die mogen mensen dan, ze mogen zich inschrijven om die briefjes te kopen. Mm-hmm. En hoe meer mensen zich inschrijven, hoe meer geld je binnenhaalt. Maar het is niet jouw geld natuurlijk, want na 6 of 7 jaar of na 10 jaar, wanneer de obligatie afloopt, moet je dat geld gaan terugbetalen. En dat noemen ze een obligatielening, een verplichtingslening. Obligatie betekent verplichting. Je geeft obligatie uit. Mensen schrijven zich in en storten dat geld op de rekening. En na 10 jaar moet je dat geld terugbetalen. Dus het is aan de regering om het geld goed te gebruiken. Mm-hmm. Zodat men heel veel geld verdient om het geld en de rente die daarbij komt kijken terug te kunnen af te betalen. Okay. Dus dat is eigenlijk een obligatie. Is een verplichting die je aangaat met het volk eigenlijk. Of mensen buiten Suriname om. Mevrouw Julia zegt, hij kan zijn mond niet dicht houden. Dan refereert ze dus naar de heer Boutersen. Omdat hij als ieder burger het recht heeft tot spreken. Ja, maar je moet geen onzin zeggen. Ja. Je bent president af. En dan moet je niet komen met dat de koning tennis komt schoppen. Dat is nooit gebeurd. En het zal waarschijnlijk ook nooit gebeuren. Want het is een ceremoniële functie, is het. Mm-hmm. Hij heeft helemaal geen recht. En dat weet meneer Boutersen. En de mensen die hierin trappen, worden weer misleid. Het is een ceremoniële taak. Het is geen presidentiële taak die de koning komt verrichten in Suriname. Nee. Hij kan geen afspraken maken. Het is meer teken van respect. Ja. Ik betwijfel overigens of de president naar Suriname komt. Hoor. Ik de denk koning het bedoel je? Ja, de koning. Het is gewoon een verdelingsheerstechniek die hij gebruikt. Het is standaard. Het is wat hij zelf geleerd heeft in zijn opleiding toen hij hier in Nederland was. Want dat vergeet hij er steeds zelf bij te vertellen. Hij heeft het over al die andere mensen die in Nederland zijn geweest en zijn opgeleid. Maar hij vergeet erbij zelf te vertellen. Waar heb jij je opleiding gevolgd, meneer Boutersen? Was toch hier in Nederland? Je voorouders komen toch ook hier uit Nederland? Uit Zeeland, uit Goes? Ja. Laten we het daar dan over hebben. Maar daar, daar hoor je hem niet over praten. Oh nee, nou liegen we zeker weer. Ja. Kijk, elke burger heeft inderdaad het recht om te spreken. Echter ga ik ervan uit dat je als burger geen dreigementen gaat uiten. Maar goed, ik ga daar niet meer over in discussie. Nee. Mijn mening is nog steeds, mevrouw Juliana, dat geen enkele burger het recht heeft om bedreigingen te uiten. Dat twee, op geen enkele wijze de koning heeft geuit dat hij naar Suriname zou komen om stennis te schoppen. Dus waar meneer Boutersen al zo voorbarig een uitspraak moet doen, dat is beyond me. Maar goed, dat is voor zijn rekening om zulke uitspraken te doen. En inderdaad, wat jij net zegt, Peter, als een koning gaat naar een land, dan gaat hij dus niet om tennis te schoppen. Nee, dat hebben we nog nooit eerder gezien. Dus zo'n uitspraak, dus echt, lik me versje. En ik vind het jammer dat mensen nog steeds hierin trappen. Weet je, ook over de koers, dat die Hindustanen de koers omhoog brachten. Nee, het zijn niet de Hindustanen die de koers omhoog brachten. Het is het slecht beleid van Boutersen. Hij heeft heel veel leningen afgesloten. Al het geld dat we verdienen, al het valuta die we verdienen, gaat op aan rentebetalingen. Daardoor hebben we niet genoeg US dollars. En de vraag is groot in Suriname, omdat we een importeconomie hebben. Ja, dus je hebt dollars nodig, want je moet spullen kopen uit het buitenland. Elke maand weer. Ja. En mensen betalen ook huur in dollars en euro's. Mensen hebben kinderen in het buitenland die studeren. Die moeten geld sturen naar de kinderen. Die kunnen niet meer bij de bank. Want die hebben geen dollars meer. Die moeten op de zwarte markt. En ja, dan heb je weer vraag en aanbod die gaat spelen. Ja. Dus tuurlijk zullen de handelaren wat speculeren. Maar dat is niet de kern van het probleem. Het kern van het probleem is gewoon, we hebben niet genoeg valuta. Waardoor mensen op de zwarte markt hun geld gaan zoeken. Ja. Subha zegt, maar wat gaan ze doen met het kapitaal van 400 miljoen? Hele goede vraag. Putten, dempen, salarissen betalen. De economie krijgt daardoor geen boost van. De economie moet worden aangejaagd. Dat houdt in dat de burgers koopkracht moeten krijgen. Zonder koopkracht geen economische groei.
Ik vind het een hele goede vraag. Omdat we zien dat de afgelopen leningen, Wilgo, die zijn altijd afgesloten om in de constructieve sfeer. Men ging altijd leningen afsluiten om, zoals wat de heer Soepas zegt, om lonen te betalen, om te kunnen importeren, maar ook om zeg maar een beetje voor zichzelf te zorgen. Als we dus de afgelopen 40 jaar kijken, de afgelopen 10 jaar, zijn leningen gesloten puur om het betalen van salarissen en om spullen te kunnen kopen. Importeren en ook geld zeg maar voor zichzelf vrij te maken. Waar gaat het geld nu voor opgehaald worden? Nou, ik hoop dat ze dat geld zullen gebruiken om die Oppenheimer-lening sowieso, want die is echt als een molensteen om onze nek. Rente, hè? Dus dat men gaat proberen om die leningen te af te lossen of te herschikken en misschien op een goedkopere manier uit te laten zetten. Dus laten we hopen dat we dat ze dat mee gaan doen. Mm-hmm. Maar ook omdat wat men altijd heeft geroepen de afgelopen verkiezingen, ja, we gaan de productie verhogen, we gaan diversificatie van de economie ter hand nemen. Ja, hoe ga je dat doen? Mm-hmm. Weet je? Dus nu ga je geld ophalen. Laten we hopen dat ze echt goede dingen mee gaan doen. En dit is de eerste test. Hè. Dit wordt de eerste grote test voor deze huidige regering. Ja. Als ze dit geld gaan ophalen, want ik heb mijn twijfels of ze zoveel kunnen ophalen. We zullen het zien. We weten dat de rente laag is. We weten dat sommige mensen geld moeten toeleggen om hun geld weg te zetten. Maar we moeten niet vergeten dat Suriname een risicoland is. We zijn bijna failliet. Ja. En het is wel mooi dat je wordt beloofd dat je een hogere rente krijgt dan die 0% bij Duitsland of bij Frankrijk. Maar krijg je je geld weer terug als je de Suriname stopt. En is een staatsobligatie alleen te kopen voor de mensen in het land of mogen ook buitenlanders kopen? Nee, het is een internationale uitbesteding. Iedereen kan professionele beleggers kunnen ook dat geld kopen. Het zal waarschijnlijk volgens de Amerikaanse wetgeving worden uitgegeven, want dat is de enige manier om het echt valide te laten lijken. Als je naar de ratings van Suriname kijkt, dan durf je eigenlijk geen eurocent erin te steken. Het zal onder het Amerikaans recht vallen waarschijnlijk. Ja. Juliana zegt, Santokki heeft zoveel beloofd en geeft zelfs aan dat ze wisten wat ze zullen overnemen. Ik kan me herinneren trouwens, ik ga even hierop in voor haar verder lees, dat meneer Santokki gezegd heeft, of de president Santokki toen gezegd heeft, we weten ongeveer wat we overnemen, maar de omvang ervan weten we nog niet. Nou, daar ben ik niet mee eens, Gloria. Sorry. Ik denk dat hij wel wist wat de omvang was. Mm-hmm. Ik wist wat de omvang was. En ik ben nooit verrast geweest toen die cijfers naar buiten kwamen. Het was gewoon $4 miljard schuld. Dat wisten we gewoon. Nee, maar wat er daarna gebeurt. Dus bijvoorbeeld weten zoveel extra beschikkingen. Zoveel extra benoemingen. Ja, zoveel mensen auto's hebben verkocht. Al die dingen zijn natuurlijk daarna pas bekend geworden. Ja, maar er is een druppel op een hete plaat. Dat moet je niet meenemen als zijnde van, ja, het probleem is groter dan we hadden verwacht. Nee. Ja, dat hebben ze allemaal gedaan als de overdracht van de regering kwam. Wilgo, heb ik het mis? Nee, je hebt ergens heb je wel een punt, maar ik moet Gloria toch ook wel bijvallen geven van hey, je moet het niet onderschatten, want in eerste instantie, het lijkt alsof alles, want ze zouden, hoe noemen ze dat, good government, zouden ze het overdragen. Good government, ja. Overdragen netjes, want iedereen zat mooi netjes van ja en amen. Maar uiteindelijk toen de mist optrok, want je weet hoe dat in de relatie gaat. Hè? Het is een soort van relatie die met elkaar aangaat. We gaan met elkaar zitten, we gaan het oplossen, we gaan praten. En dan in een relatie zit je meestal de eerste 3 maanden zit je op de roze wolk, toch? Ja. En na die 3 maanden trekt die roze wolk weg. Ja. En dan zie je er ineens op de wc zitten en dan doet ze dingen die je van, oh, dat had ik niet op gerekend. En dat is eigenlijk nu ook gebeurd. Want nu zien ze ineens van, hey, oh, maar jullie hadden ons beloofd dat het goed zou gaan. Ja, ja, het is goed gegaan tot aan de voordeur. Tot aan de voordeur, ja, klopt. Ja, maar jij bent dus één met Juliana dat meneer Santokki van tevoren wist. Ze hebben tijdens hun propaganda alles van de vorige regering afgekeurd. Precies. Wat merken we nu? Dezelfde activiteiten gaan gewoon door. Is volksbedrog. Er zijn een aantal dingen die ze hebben gedaan die ze van tevoren hebben gezegd dat ze niet zouden doen. Daar ben ik ook eens. Ik kan niet zeggen, ik kan dit niet ondersteunen wat ze zegt. Ze maken dezelfde activiteiten, gaan gewoon door. Dat niet. Nee, ik denk mevrouw Julia de benoemingen bedoelt. Hè? Want Gloria, we moeten niet vergeten, heel veel mensen ergeren zich aan dit fenomeen. Hè? Zeker, die benoemingen. Iedere keer weer, als er een nieuwe regering komt, zie je, en nu hoor ik weer Somo Hardjo, wat raadsadviseur. Wat weet de heer Somo Hardjo? Hij weet alleen gronden, over grondbeleid, hoe je gronden voor jezelf en voor je familie gaat uitgeven. Waarom moet hij in de adviesraad van de president komen? Ik snap het niet. Van de Rusland kan ik het wel een beetje begrijpen. Maar van Somo Hardjo begrijp ik absoluut niet. Wanneer komen we af van deze mensen? Wanneer wil gewoon komen, krijgen we jonge, frisse mensen met frisse, moderne ideeën die de president gaan adviseren, zoals de gebroeders Jitu bijvoorbeeld. Wanneer krijgen we die mensen? Nou, de gebroeders Jitu zijn inmiddels al
aan boord, zoals we hebben begrepen. Maar heb je ook gezien dat er een nieuwe staatsraad is aangesteld, de SER? Ja. En onder andere zit, wie zit daar onder andere in? Maltisariu en Amzat Abdul. Ja, goed, de man van, wat was het, de valutawet? Geen devaluatie. Nee, zit Abdul in de bij de SR? Ja, bij de SR? Ja, SR. Goedenavond, u bent live in de uitzending met Gloria. Ja, goedenavond, met Amy even weer. Ik hoorde net iemand op de radio zeggen dat de wisselkoers 10 jaar geleden. Maar dat is niet waar. De wisselkoers was lang daarvoor. En hij zegt, is niet de hundestanden. Zijn wel de hundestanden? Ja, toen kon je geld op straat wisselen. Nee, daar gaat het niet om. Mag ik u even onderbreken? Wat ik bedoel te zeggen, men zegt, de koersstijging van de afgelopen 5 jaar is de schuld van de Hindoestaanse handelaren. En dat kan ik nooit, als econoom kan ik nooit in geloven. Omdat ik weet, niemand heeft zoveel geld, want anders zou Bill Gates, al die rijke mannen, zouden de US-dollar dan beïnvloeden, want dat zijn multimiljardairs. En we hebben geen multimiljardairs in Suriname. Waarom beïnvloeden die mensen dan de US-dollarkoers niet? Nee, we hebben een structureel tekort aan US-dollars en euro's in het land. En dat weet iedereen. Omdat al onze inkomsten gelijk naar de renteaflossingen van onze leningen gaan. Leningen gaan die de vorige rekening afgesloten. Waarom sluiten ze de Gabio's niet? En heb je 1 centrale bank? Ja. En andere banken waar je dus geld kan wisselen. Dat moet er gebeuren. Juist, maar dan moet je wel valuta hebben. Als de centrale bank een koers hanteerde, gingen de gabio's daar bovenop. Ja. En kijk, niemand is een dief van zijn eigen portemonnee. Nee. Iedereen ging waar ze meer kregen. Ja. En dat ja. is bij de gabio's. Ja. Ja. En die potten het geld op. Ja, de vraag is groot. Die helpen de economie ook frustreren. U kunt zeggen wat u wilt. Maar het is wel zo. Ja, ja, we geven u ook gelijk, Amy. Heeft u heeft gehoord dat wij zeggen, u heeft dat... Ja, maar het is gewoon de realiteit. Ja. Ja. De keiharde realiteit. Maar dat geven wij ook in gelijk in. Hè? Wij zeggen dus ook, zoals Peter als econoom, die zegt ook... inderdaad, de cambio zou je eigenlijk moeten opdoeken. Ja. Ja. Dus we geven u gelijk. Nou goed, ik kan dit erover zeggen. Als je genoeg verdiencapaciteit hebt in het land... als je genoeg produceert en exporteert... en over genoeg US dollar en euro beschikt... dan houden die cambio's automatisch op te bestaan. Maar dan je hebben ze dus niet nodig. Maar zodra je een tekort hebt... aan valuta? Ja, zodra je een tekort hebt aan valuta... dan zal je altijd een spanningsveld hebben... altijd een druk hebben... tussen de SRD en de buitenlandse valutas. Omdat wij gewoon die US dollars nodig hebben door onze importeconomie. We produceren zelf niks. Dus we moeten alles, pindakaas, sham, alles, kaas, toiletpapier, alles zijn we aan het importeren. En daar heb je US dollars voor nodig. Weet je? En als je dat niet via de bank kan krijgen, ja, dan gaan mensen naar de cambio's. Gaan mensen naar de zwarte markt. En dan gaat de koers eigen leven leiden. Ja. Dan kan je wel zeggen, het komt door de handelaren of door de Hindustanen. Maar het komt door de regering die slecht beleid voert. En daardoor geen productie en export op gang brengt. Ja. Dat moeten mensen een keer gaan leren. Begrijpen. De kern van het probleem, de kern van het probleem ligt bij het beleid van de regering. Zodra men slecht en wanbeleid voert. Ja. En niet bezig is met productie en exportvergroting. En alleen maar lenen. Om te kunnen eten en drinken, ja, dan ga je altijd de druk krijgen op die SRD. Oké, helder voor wat mij betreft. Dank u wel, Amy, nogmaals. Oké, bedankt, maar de cambio is toch een probleem. Ja, ja, zeker. Ze moeten op worden bestaan, ja. Jawel. Zeker. Ja. Dank u wel. John zegt, Peter, Santokki zegt dat de overheid maandelijks 200 miljoen tekort komt om de lasten te betalen. Ja. Hoe hou je zo'n overheidsapparaat in stand? Door te lenen. Hè? Dat is afgelopen 5 jaar gedaan. Hè? Men heeft, nadat Bouterse in 2015 zei van... joh, vanaf nu moeten we onze broekriem strak aantrekken. Mm-hmm. Heeft men nooit nagelaten om het tekort, het begrotingstekort eigenlijk... dat bedoelt eigenlijk John, het begrotingstekort op onze betalingsbalans. Hebben ze nooit nagelaten om iedere keer weer te lenen... om lonen te betalen. Omdat men gewoon wilde overleven. Men wilde er alles aan doen om niet in de problemen te komen. Want ze waren al niet meer geliefd. Omdat men zag van, hey, de koers gaat omhoog. Hey, ze zijn met corruptie bezig. Mm-hmm. Er kwamen heel veel zaken in het nieuws. En ja, en alles de activisten nog bleek, had je toen? Die activisten hebben toen ook gevraagd, pe amonide. Ja. Nou, ja, ze werden echt in het nauw gedreven. Waardoor men ging lenen om al deze tekorten te dekken. En vandaar. Dat men altijd laat was met het indienen van de begroting. Omdat je kan geen begroting indienen omdat je gewoon niet eerlijk bezig bent. Ja, weet je? En dat is ook denk ik belangrijk om te weten. En dat heeft niets te maken met wie dan ook, welke regering dan ook. Maar we gaan hier niet recht praten wat krom is. Awas Fijning Finne, of in een Lachman, of in een Bouta, of in een Santokki. Even als een krom, ja, a krom.
En maakt niet uit of je lid bent van de VHP of van de NDP. We gaan geen dingen recht praten die krom zijn. En we zijn dus hier niet voor elk voor welke regering dan ook. We gaan erover. Travas de, er is een andere manier. Ja. Wat jij net benoemt. Ja. En dat is denk ik de hele eiereter. Beleid. Er is one beleid gevoerd. Structureel. En dat moet onderkend worden. Ja. Men was bezig alle dol te lenen. Het plafond werd verhoogd. Men leende om, inderdaad, omdat er geen productie was. Men moest salarissen betalen. Overheidsapparaat is een waterhoofd. Als dat biegelijk zang. Money moest af van nodig. Dus daarom, wanbeleid zorgt ervoor dat je dus dit soort problemen krijgt. Ja. En een valutatekort hebt. En nu, we hebben geen eigen productie meer. Ja, en we exporteren ook niet. Nee. Dus en eigenlijk geloof ik er nog steeds in dat het eigenlijk heel simpel is op te lossen, eigen productie te starten. Je hoeft niet gelijk groot te beginnen. Begin maar met zwarte peper. Nou, ik zou zeggen, als je problemen hebt in je eigen huishouden. Dat heb ik al uitgelegd een keer. Ja. Je hebt heel veel schulden, weet je, en je inkomens die zijn gegroeid. Wat ga je in je eigen huishouden doen? Je gaat bezuinigen. Klopt. En dat wil niemand in Suriname aanpakken. Nee. Zelfs deze regering niet. En daarom neem ik ze kwalijk dat ze toch nog die Prado's en al komt het van een contract van de vorige regering. Nee. Zoek een manier om het af te zeggen. Bewijs het volk van jongens, we willen echt, we willen Oan Tjakinki, Oan Seta Kondre, echt. We stoppen ermee. Maar men doet hetzelfde. Men gaat gewoon dezelfde dingen doen, waardoor er nu de begrotingstekorten, die gaan gewoon blijven oplopen, want men gaat door met het consumeren. Weet je, en dat moet een keer ophouden. We moeten echt gaan kijken van, joh, onze ambtenarenapparaat, het is gewoon niet meer van deze tijd. We moeten gewoon gaan bezuinigen, gaan hervormen. Al die dubbele lonen, we hadden het over de SER. Er zijn mensen aangenomen in de SER die al lonen ontvingen van 3 banen daarvoor. Nu krijgen ze weer de 4e loon erbij. Ja. Dat soort dingen moeten we stoppen, Gloria. Klopt. Zodra er niet iemand komt die zegt van, jongens, vanaf nu gaan we het eerlijk doen. Wie werkt, krijgt betaald. Wie niet werkt, krijgt betaald. 7-1, oké, dan blijf weg. We zetten je op de wachtlijst. En als je het niet verbetert, dan krijg je ontslag. Zodra we niet iemand krijgen die dit soort dingen wil veranderen in Suriname. Winti Wailanti Pai, 7-1 en al die emolumenten. Dat bedoel ik, de beloningen die men krijgt omdat je minister wordt een blauwe maandag. Ja, zolang we dat niet stoppen, zullen we altijd dit probleem in Suriname krijgen. Want we produceren niet. Ik moet een paar reacties even voorlezen. Steve zegt, dit is van toepassing op de heer Bouters. Narcissum. Term comes from Greek mythology. Narcissum fell in love with his own reflection in a pool of water and died rather than pull himself away to eat. Subhas zegt, de schuldenberg moet worden herfinancierd met de hulp van Nederland. Nederland leent tegen nagenoeg 0%. Raar dat Suriname Nederland niet zo ver krijgt. Maar dat wil ik even uitleggen. Subhas, als jij een obligatielening aan wil gaan, dan hebben beleggers, professionele beleggers, hebben wat criteria waar ze naar kijken. Ze kijken wie is aan het bewind, dat is het eerste. Wie is aan het bewind? Ze kijken wat is je kredietstatus. Nou, je weet, we hebben nu Brunswijk aan het bewind. Ja. Kijk, dat is al een probleem, hè, voor Suriname, hè, dat je Brunswijk aan het bewind hebt. Mensen denken van, ik weet niet of ik mijn geld daarin wil stoppen met zo iemand aan de leiding van het land. Ze kijken naar je kredietstatus, ze kijken naar je schulden, ze kijken naar je begrotingsdiscipline. Nou, die hebben we niet. Dus dat zijn allemaal zaken waar professionele beleggers naar gaan kijken. En als de professionele beleggers dan zeggen van, nou, ik weet het niet, ik wil geen geld daarin stoppen, dan moet je naar de junks, dan moet je naar de mensen die junkstatus, die junklanden helpen. Nou, we kennen er één, Oppenheimer. Ja, op IMF. Maar dat is weer een andere koek, hè? Dat is weer een andere koek. Dat is eigenlijk een hele andere uitzending voor IMF. Ja. Want de IMF heeft ook grote problemen nu. Klopt. Weet je, ze komen geld tekort gewoon. Omdat door die COVID-19 malaise hebben we hele grote economische problemen. Doordat heel veel landen geld vrijmaken om zeg maar de economie op gang te houden. In hun eigen land. Ja. En dat geld moet ergens vandaan komen. Weet je? En IMF, die is niet oneindig met fondsen natuurlijk. Hè? Nee. Dus we moeten oppassen. En als de IMF besluit om Suriname te helpen, nou, dan gaan ze met heel veel voorwaarden komen. En ik vraag me af of deze regering de politieke gevolgen van deze voorwaarden wil dragen. Want dat heeft Bouterse niet willen dragen. Nee, nee. Hij wilde dus niet die consequenties of de maatregelen van IMF doen. Nou, hè? Ik kan concreet zijn. De IMF heeft bijvoorbeeld gezegd van, joh, je moet de subsidies allemaal afschaffen. Ja. De subsidies op melkpoeder, de subsidies op babyluiers, maar ook de subsidie op water, op stroom, op internet, weet ik, vrijwel alle subsidies. Subsidies op, dat is afgeschaft. Hè? Ja. Dus vandaag, tenminste, ik las het vandaag even in de Gouden Gaai. Nou, het is een kleine start gemaakt, nu de rest nog.
Ja, ze moeten wel, hè? Ja, ze hebben geen keuze. En dat die, dus wat hij net zegt, die politieke verantwoordelijkheid wilde Boutersen niet nemen. Want hij was natuurlijk bang dat het hele volk in opstand gaat komen. Nu gaat iedereen zich keren tegen Santokki en zijn regering. Omdat die, wat Vest heeft gezegd in 2013, we zullen maatregelen moeten treffen die pijnlijk zullen zijn. Ja. En ze blijven het roepen, hè? Dat heeft Vest ook gezegd, maar Vest zegt er altijd tegelijkertijd bij. Ja. Er moet wel tegelijkertijd een samenhangend pakket van maatregelen komen om die onderlaag te beschermen. Ja. Weet je, en dat is heel belangrijk. Dat kan ik even snel uitleggen. Als je besluit om naar IMF te gaan en de inflatie schiet omhoog, omdat je de prijzen, omdat je gaat de koers zeg maar devalueren of depreciëren, wat ze gaan doen, weet ik niet. Dan moet je de lonen moeten ook evenredig meestijgen met de prijzen. Wat gebeurt er nou als de lonen niet evenredig meestijgen? Mensen gaan niet meer willen werken voor het slavenloon, want alle prijzen gaan omhoog. En dan krijg je weinig geld. Je loon krijg je heel weinig. Mensen gaan niet meer willen werken. En dan krijg je echt een grote chaos in het land. En dat gaat hele grote hyperinflatie veroorzaken. Nou, laten we dat niet hopen. Bezuinigen wil men niet. John zegt, Patricia zegt, en bezuinigen wil men niet. Geldzucht, hebzucht. John zegt, Peter, heeft de vorige regering de koers door monetair te financieren kunstmatig gehouden dan het nu is? Absoluut. Absoluut. Leg het eens uit, nou, Peter. Goed, ik weet niet of het was in het nieuws, hè, dat er containers waren ingevlogen. Ja. Er zijn containers ingevlogen met SRD's. Men heeft ook via een soort van leningen de centrale bank. De vorige regering? Ja, de vorige regering bouwden ze. Bijvoorbeeld, men ging een lening aan bij de centrale bank. 600 miljoen bij elkaar was het geloof ik 2,3 miljard dat men heeft, die constructie heeft gedaan. Maar men ging geld lenen bij de centrale bank onder het mom van ja, die gaan we terugbetalen. Maar het werd gewoon niet terugbetaald. Er werd geschoven gewoon met posten. Weet je, en daarom hebben we geen jaarverslagen van de centrale bank. Ja. Omdat die monetaire financiering, zoals John Humphreys dat terechtstelt, die is gewoon structureel toegepast om te kunnen overleven, want we hebben geen inkomsten. Hm. Al die inkomsten gaan weg naar de rentebetalingen. En men heeft ook geld bijgedrukt. Dat is gewoon een bewijs dat de koers een vlucht heeft genomen. En als er geld bijgedrukt wordt, dan hebben die grote handelaren heel veel geld om te bieden voor die euro en de US dollar. Ja. Weet je? Dus dan gaat de koers omhoog. Het is ook niet de eerste keer, want ik kan me herinneren dat onder Weidenbos werd er ook geld bijgedrukt. Ja, toen was het echt veel. Op een gegeven moment was het. En toen kwam op een gegeven moment, die kwam daarna aan de macht. Venetiaan. En toen kwam de SRD. En toen, hoe noemden ze de SRD ook? San Ronaldo was het. San Ronaldo, We gaan nu naar het nieuws. Hè? Trouwens, voor de luisteraars op de radio. We gaan nu naar het nieuws. En wij gaan even live gewoon door met Facebook. Dus we gaan nu even af voor het nieuws radio. Maar wij gaan hier gewoon door op Facebook. Ja. Ik ga even lezen weer. Supas zegt trouwens, naar jouw aanleiding van wat jij hebt gezegd. Hij heeft het niet over beleggers. Hij heeft het over Nederland. De overheid. Dus de regering, het land Nederland. Waarom kunnen ze Suriname niet helpen? Daar heb ik uitgelegd. Men gaat kijken wie is aan de leiding van jouw land. En zoals ik weet niet of je in Nederland of in Suriname woont, maar toen Brunswick werd gekozen als vicepresident, stond er een kop in het Algemeen Dagblad. Suriname heeft weer een grote boef aan de leiding van het land. Ja. Kijk, dat leest iedereen, leest dat. Ja. Weet je? Als je dat schrijft, dat leest iedereen. Dus dat bedoel ik, behalve beleggers, heeft Nederland ook argus ogen, hoor. Van, joh, moeten we deze mensen geld geven, weet je? De Tweede Kamer ga je dat nooit voor elkaar kunnen krijgen. Precies, het gaat niet zomaar dat Nederland geld geeft. Je moet via de Tweede Kamer, je moet een indienen van, je moet je begroting opnemen. Ja, het wordt een probleem. Ik hoop wel dat Subas gelijk krijgt en dat Nederland toch nog een manier zal vinden om tegen een min of meer lage rente. Maar ik denk dat Nederland gaat eisen, ga naar het IMF. Ja. En dat wordt echt een spannend maar verhaal. Maar Nederland heeft wel toegezegd te zullen helpen met materieel, volgens mij. Ja, COVID-19, 3,5 miljoen. Okay. Maar dat heeft niks te maken met onze economische problemen oplossen. Nee. Kijk, je kan niet van iemand verwachten dat je iedere keer weer een potje van maakt en dat je dan weer met je handjes opgaat. Dat ga je ook niet doen als je een zus hebt die iedere keer een potje van maakt en die komt weer naar jou toe van, joh, kan je me even helpen om de schulden te helpen? Ja, je hebt ook een grens van, ga het nu een keer zelf doen. En ik denk dat Nederland zo'n houding gaat aannemen. Ik zie dat Antoon reageert nu, dus we gaan even kijken of we hem even kunnen bellen. We hebben, dat misten dan de luisteraars, dan denk ik, als we nu gaan opnemen, maar anders kom ik in gedrang met mijn andere beller. En we gaan even bellen met de mensen die gereageerd hebben. Ik zie een hele hoop berichten voorbij komen, maar daar reageren we dadelijk nog wel even op. Ja. Goedenavond, Antoon. Goedemiddag vanuit Amsterdam. U was niet te bereiken.
We horen hem slecht. We horen je slecht. Waar ligt het aan? Oh, je geluid, je volume. Ik weet het niet. Ik ga proberen wat luider te praten. Goed. Nee hoor, nee, het ligt aan mijn geluid is weg. Maar nu is mijn geluid weer aan. Zeg maar wat, Anton? Je moet hem aanzetten. Die had hem net aanstaan. Ja, die, juist. Yes. Nee, die moet ik dus niet aanstaan. Hallo, zeg nog eens wat, Anton. Kunnen we je goed horen? Nee, we horen je heel slecht. Even wachten, mijn technicus gaat er wat aan doen. Toen het aanstaat. Toen klopt hij goed. We gaan even kijken hoor, Anton, waar het aan ligt. Want oké, de technicus is erbij. Dan kan je ons uitleggen waarom je niet te bereiken was. Nee hoor. Nee. Het is een drukke man die Anton. Ja, dat is natuurlijk druk natuurlijk. We gaan eens kijken. Ja, volgens mij hoor ik het nu wel. Hallo Anton. Ja. Ja, zeg eens wat. Zet hem even aan, die speaker aanzetten. Ja. Nou, ik snap er niks van waarom wij je nu horen, zeg. Zet even aan, We gaan even kijken, als ik mijn speaker aanzet, of dat beter gaat. Nee, dat gaat niet beter, zegt hij. We gaan even een andere proberen, maar ik heb dat daar ook. Hallo, Anton. Ja, goedenavond. Yes, u bent er. Hi. Sorry hoor, even. Hoe gaat het? Van wie? Shaluk van Charante. Hey, de groetjes terug. Hoe gaat het met hem ook? Ook goed? Goed. Mooi, mooi. We hebben je natuurlijk gebeld zoals afgesproken, maar kreeg je helaas niet te pakken. Ja, yes, mijn excuses. Ja, ze hebben alvast een gele kaart, de heer, meneer advocaat. Nou, groene kaart. Oké, Anton, we willen je spreken over de laatste ontwikkelingen in Suriname. Wat betreft je aanklacht die ingediend is, hoe het ervoor staat. En wat je vindt van de laatste benoemingen bij de SER. Ja. De aanklacht is op dit moment nog in behandeling. Er zijn verhoren geweest van vrijwel alle aangevers. Een aantal deskundigen, een aantal getuigen, sommige bekenden, sommige anoniem. En we hebben de verwachting dat er binnenkort een beslissing genomen gaat worden of er gestart gaat worden met het gerechtelijk vooronderzoek. Ja. Nu zijn we gewoon bezig met een normaal vooronderzoek waarin de vraag is, moet er gevolgd worden of niet. Maar op het moment dat je aan het GVO begint, dat betekent dat er een besluit genomen is door het Openbaar Ministerie dat er daadwerkelijk vervolgd moet worden. Okay. Dan worden mensen de status van verdachte aangemerkt en dan gaat men uiteindelijk naartoe aan die klacht voorleggen aan de rechter. En wat betekent GOV voor de luisteraars die het niet weten? Gerechtelijk vooronderzoek. GOV betekent een gerechtelijk vooronderzoek. Dat is de fase waarin weten en data verzameld worden en waarin het Openbaar Ministerie ook arrestaties mag plegen, telefoons mag aftappen, data mag opvragen, invallen mag doen. Oké. En dus voorlopig is nu even afwachten wanneer de zaak voorkomt? Pas als er een GVO geweest is, kan een zaak inderdaad voorkomen. Tot die tijd is het oordeel aan het anticorruptieteam in overleg met het Openbaar Ministerie of er dus werk daadwerkelijk vervolgd gaat worden. Ja, en het is inderdaad dat moment afwachten. Wij verwachten dat nog deze maand nog waarschijnlijk. Ben jij ook al gehoord door de PG? Ja, ik ben al gehoord. Anderhalf week geleden. Oké. Goed, dus nu wat dat stuk betreft even afwachten. Ten aanzien van de benoemingen bij de SER, heb je daar een mening over? Ja. De sociaal-economische SER, de SER is natuurlijk van nature vrij gebalanceerd. Het bedrijfsleven en in principe het modicum van waar het tripartiet overleg plaatsvindt. Dus natuurlijk moet je wat oppositie daar ook in vertegenwoordigd hebben. Dat is nu eenmaal hoe zulke organen werken. Dus het is niet heel verrassend. Wat ik wel blij was de vertegenwoordiging en van het aantal vrouwelijke leden en de vertegenwoordiging van toch wel wat jongeren daarin. Mm-hmm. Eigenlijk zien we daar nu wat we graag hadden gehoopt terug te zien in bijvoorbeeld het kabinet. Maar het is goed dat alvast op deze wijze dat mensen van heel dichtbij hun adviserende stem kunnen laten horen aan de regering. Mm-hmm. En ook op gebieden als wetgeving en het sociaal-economisch beleid. Oké, even een momentje hoor. Welkom terug, radio. Bij de radioluisteraars. We zijn nu weer terug bij de radio. We gaan verder met Anton Karg via live Facebook. En dan kunnen de luisteraars ook via de radio horen, want we waren er even uit voor reclame.
Antoon, ten aanzien van, ik hoorde, ik weet niet of het klopt, ik hoorde net van Wilgo hier, die hier zit, dat ook meneer Abdul lid is van de ZER. Klopt dat? Correct. Ja, correct. Meneer Abdul, bijvoorbeeld meneer Caldera, is lid van de ZER. Meneer Abdul is volgens mij van huis uit qua studie econoom. Ja. Als ik me niet vergis. Ja, dat klopt. Dus ik kan me er wel iets bij voorstellen dat de NDP hem voorgedragen heeft. De oppositie heeft natuurlijk een x-aantal plekken in te vullen, net als het bedrijfsleven en het vakwezen. Okay. Dus ik kan me er ergens wel wat bij voorstellen dat hij de keuze was van de oppositie. Ondanks zijn missers toen hij zei, er komt geen devaluatie. Nou, ik zal niet zeggen dat hij mijn keuze zou zijn geweest. Dat is zelfs de keuze van de huidige zittende coalitie. Maar de traditie brengt natuurlijk wel voor dat de oppositie vertegenwoordigd moet zijn. En ik vraag me af, ja, met welke NDP'er zou je blij zijn? Ja. Ik kan niet zo snel eentje bedenken waarvoor dat voor mij het geval zou zijn. Okay. Dus de SER, de benoeming van de SER zijn mensen van de coalitie, de mensen van de oppositie en bedrijfsleven. Ja. De bedoeling is natuurlijk dat het team dat samengesteld wordt een brede doorsnede moet zijn van de samenleving. De oppositie moet daar vertegenwoordigd in zijn. Mm-hmm. Op dezelfde manier waarop je in feite ook dat in de assemblee hebt. Omdat ze natuurlijk ook daar hun stem moeten kunnen laten horen over conceptwetgeving, conceptbegrotingen en beleid dat gevoerd gaat worden. Oké, okay, hoe dat instituut in elkaar zit. Ja, oké. Okay. Helder, ik heb een vraag van een luisteraar die zegt... Wat vindt de heer Karrig van de reactie van de heer Yogi en de VP met betrekking tot het onderzoek bij de EBS? Ik vond dat die reactie heel erg dicht tegen inmenging in de zin van artikel 131 lid 3 van de grondwet aanschuurde. Specifiek omdat je in de fase bent van onderzoek. En dat het dus heel raar is dat die uitvoerende macht op wie in feite de verantwoordelijkheid rust om te zorgen voor bescherming van getuigen en bescherming van melders. Daar is met een wat gebleken is te zijn een vooroordeel, want het ging ook daadwerkelijk om een verkeerd document. Dat is inmiddels geanalyseerd en laten zien. Het ging juist om het document waarvan wij zeiden dat kan je niet gebruiken. Het ging om het document van de aanbesteding te Tutlivo. Maar wordt helemaal niet gebouwd te Tutlivo, er wordt gebouwd aan de Saramakastraat en daar ging de aanklacht juist over. Achteraf hebben we dus nu ook de erkenning vanuit de zijde van de ABAP dat men vond verkeerd voorgelegd te zijn. Maar dus de voorbarigheid bleek niet alleen uit de onjuistheid. De onjuistheid was inherent aan de voorbarigheid. Okay. Dus dat moeten we van die uitspraken vinden. En sindsdien hebben beide heren meters afstand genomen van wat ze die dag gezegd hebben. Dus okay. Dat zijn er dus ook gebleken. Eergisteren was meneer Jogi volgens mij te beluisteren op een van de radiostations hier. En hij had geen verder afstand kunnen nemen daarvoor. Het was een hardere en snellere en smoothere moonwalk dan Michael Jackson. Ja, ik hoor steeds echo als ik praat. En de luisteraars zeggen dat ook. Dat horen ze ook echo als ik praat. Ik hoor mezelf ook als ik praat. Nou goed, Antoon, hoor je mij? Ja, ik heb afgelopen week gelezen dat enkele mede-indieners van de aangifte zich hadden teruggetrokken. Weet je precies waarom men dat heeft gedaan eigenlijk? En ja, hoe viel het bij jou eigenlijk? Natuurlijk, je begint dat samen. Oh, blij voor iedereen die de moed opgebracht heeft om überhaupt mee te kunnen doen. Ja. Maar op een gegeven moment hebben we met het team gezeten en hebben we gezegd, wat proberen we te bereiken? Iedereen die in principe aangever is, wordt op een gegeven moment door de anti-corruptie-unit gehoord. Dat betekent dat er veel tijd en veel manuren in gaat zitten om mensen te horen. En een deel van de mensen deed mee vanwege het draagvlak. Ja. Een deel van de mensen deed mee omdat het signaal dat afgegeven werd vanuit het activisme en vanuit sommige politieke organisaties sterk moest zijn en breed moest zijn. En dat punt hadden we in feite al bereikt. Dan wordt de vraag natuurlijk, hoeveel help je het team op weg door mensen die misschien niet technisch of niet juridisch onderlegd zijn, uren aan verklaringen af te gaan leggen als die toch allemaal gelijkluidend zullen ja, zijn. Ja. Dus toen die verklaring kwam, was het in feite van het team. En we hebben ook geprobeerd zoveel mogelijk duidelijk te maken wat de redenen waren dat die daaraan ten grondslag lagen. Oké. Okay. Toen jullie deze aangifte hebben ingediend, toen heeft de tegenpartij, de advocaten van de heer Sibilo en de heer Rusland, hebben toen gedreigd dat jullie deze aanklacht
per direct moesten intrekken, want anders zouden ze jullie aanklagen vanwege laster en weet ik wat allemaal. Nu blijkt dat het was een loze dreiging. Waarom denk je dat men dat heeft gedaan eigenlijk? Wilde men jullie op een dwaalspoor zetten, zodat jullie die klacht gingen intrekken? Het ging om intimidatie. Het is ook niet de enige vorm van intimidatie die ondervonden is door sommige van de aangevers. Ik bedoel, dat is geen geheim. Die berichten zijn ook naar buiten gekomen van wat voor vormen van intimidatie men allemaal geprobeerd heeft toe te passen. Maar het was intimidatie. Oké. En daar ben je niet voor gevallen, gelukkig? Nee, gelukkig tot op heden niet. Er is veel waarmee men mij zou kunnen intimideren, maar een dansje doen in de rechtszaal, dat lukt nog wel. Oké. Oké. Is de heer Andy Rusland nog steeds voorzitter van RVC van de EBS? De heer Andy Rusland is op papier in elk geval nog steeds de president-commissaris. Okay. Ik heb begrepen dat hij een afscheidstournee op het terrein gehouden heeft, maar nooit hebben we enig document onder ogen gekregen waaruit zou blijken dat hij zijn taken formeel heeft neergelegd of daarvan gekweet is. Hij is gewoon netjes verlengd voor 3 jaar bij de algemene vergadering van aandeelhouders die gehouden is. En ik weet niet in hoeverre de rol die men voor ogen voor hem heeft zijn fysieke aanwezigheid op die wijze vereist als die doorkruist is door zijn afscheid in fysieke zin. Oké. Anton, ik heb een hele andere vraag, dat waarschijnlijk niks met de rechtspraak te maken heeft. De afgelopen weken hebben we gemerkt dat er een soort van antipathie over deze regering op Facebook is. Men scheldt, men zegt van alles, men roept van alles. En natuurlijk kan het ook uit het kamp van de NDP komen dat men mensen aanzet om dit soort dingen te doen. Ik ben zelf niet in Suriname, dus ik kan het zelf niet meer peilen. Hoe ervaar jij dat? Is er echt zo'n grote antipathie tegen deze regering? Vanwege al die benoemingen en alles wat men tot nu toe de revue heeft laten passeren? Ik denk dat in mijn optiek zijn er verschillende stromingen. Er zijn stromen die hoopvol gestemd zijn. En bij die stroming die hoopvol gestemd is, leeft toch wel het idee van je verkiest een regering voor 5 jaar. En dan moet je ze ook wat ruimte geven om dat te gaan doen. Dan is er een groep die met daadwerkelijk teleurstelling rondliep. Dat komt om meerdere redenen. Een belangrijke reden die genoemd wordt is dat men zegt, kijk, we hadden gehoopt dat de keuze op basis van blinde partijpolitieke loyaliteit of mensen die familie zijn of dergelijke, dat daar een einde aan gemaakt werd. Dat einde is misschien minder resoluut dan men voor ogen had gehad, maar dan is er een derde groep. En die specifieke derde groep, die is bezig met bijvoorbeeld protestbijeenkomsten of voorbijeenkomsten die moeten gaan leiden tot protest. Onder leiding van een nationale assembleeleden van de NDP. Ik bedoel, dat is natuurlijk niet echt. En als je hoort waar men daadwerkelijk ontevreden over is, dan is het dat men ontevreden is over de last minute benoemingen die dan niet op stel en sprong leiden tot uitbetaling. Dus dat is niet echt. Dat is puur verzonnen, dat is puur op aangewakkerd. En natuurlijk hoopt de NDP erop dat mensen met een werkelijke ontevredenheid samengevoegd kunnen worden met mensen waar het kunstmatig op gang gebracht is. Maar dat is natuurlijk onzin. De Surinamer is veel verder in hun informatievergaring, is veel verder in hun denken en weet zich duidelijk te differentiëren en te scheiden. Het enige wat de NDP daarmee bereikt, is dat mensen die het idee hadden van hey, dit is het moment dat we kritisch kunnen en moeten zijn, zeggen van nou, ik wil dusdanig ver blijven van deze onzin, dat ik nog maar liever even Chan en Ronnie de kans geef om er wat van te maken, voordat ik het achterste van mijn tong ga laten zien. Okay. Want je wil gewoon simpelweg niet geassocieerd worden met mensen die 10 jaar lang destructief beleid gevoerd hebben. Ons in deze situatie hebben geplaatst dat die moeilijke stappen nodig zijn, om dan vervolgens te gaan klagen over die stappen die jij veroorzaakt hebt. Ja, precies. Dus dat vals vuur dat ze proberen op te wekken, heeft alleen maar de vlam bij anderen gedoofd om te zeggen dit is wat we werkelijk vinden. Oké, ik heb nog één laatste vraag voor je, want dan moeten we dan helaas dit gesprek beëindigen, omdat we natuurlijk ook afspraak hebben met Elvin te gaan bellen. De vraag van John is, blijf je voorzichtig nog lid van de PRO en hoe zie je de toekomst van deze partij? Ik ben niet voorzichtig lid van de PRO. Ik ben oprichter en bestuurslid van de PRO. En daar ligt mijn hart. En de toekomst van de partij zal afhankelijk zijn van hoe goed het ons lukt om op resortsniveau, op het niveau van brede kiezerspubliek in Suriname, onze boodschap, waar wij nog steeds zijn gelopen, te vertalen op een manier waarop het aantrekkelijk is voor ieder en begrijpelijk is voor ieder. Okay. Waar wij beter in hadden moeten zijn in de afgelopen verkiezingen, waar we beter in gaan proberen te zijn in 2025, is de Surinamers zelf uit te leggen waarom het voor Suriname en die Surinamer belangrijk is om voor ons te kiezen. Daar moeten we beter aan zijn en die boodschap beter leren brengen is iets waar we ons elke dag voor inzetten, nog steeds.
Oké, okay. Ik heb een telefoontje, waarschijnlijk misschien een vraag voor jou. Goedenavond, met Gloria. Je bent live in de uitzending. Ja, sorry. Goedenavond met Jan Ramkissoen. Ik wil een andere vraag die jullie zo een beetje behandeld hebben voorleggen aan meneer Karg, of meester Karg. Meneer Karg, u weet dat Venezuela en Verenigde Staten in onmin zijn en Venezuela weer een parlementair verkiezing houden. En daar zijn de Amerikanen niet van gediend. En de oppositie die erkend is in Venezuela door de Verenigde Staten, die doen niet mee. Ik vind dat Suriname moet oppassen van die 3 uren waar de president of de minister van Buitenlandse Zaken komt. Ze komen niet om Suriname, ze komen niet om Guyana. Ze komen om te kijken of ze een inval kunnen doen en of ze die 2 landen kunnen gebruiken als mede, partners. Wat vindt u daarvan? Moet weer een kort antwoord zijn, Antoon, vanwege mijn tijd. Ik heb de vraag niet gehoord. Oké, dan gaan we het een andere. Zijn vraag van meneer Jan was: Amerika is daar niet zo binnengekomen vanwege Suriname of Guyana, maar eigenlijk meer om te bekijken om een inval te doen in Venezuela. Wat is jouw mening daarover? Ja, het is niet onmogelijk. Oké, helder antwoord. Meneer Jan, ik moet het helaas hierbij laten, omdat ik snel terug moet naar een ander telefoontje die we gaan plegen. Antoon, hartelijk bedankt en waarschijnlijk komen we volgende week weer eventjes terug en dan hopelijk hebben we wat meer tijd. Adelaar, mijn excuses dat het een beetje misgegaan is met thee. Geen probleem, je bent een druk man, dus dat weten wij. Bedankt. Oké, groetjes hè, ook aan Jean-Luc. Dag hoor. Doei. Bedankt. Doei. Dat was dus Antoon Karg. Ik heb begrepen dat we heel veel problemen hadden met het geluid. Ik snap ook niet waar het aan ligt. Dus dat moeten we eventjes zo meteen gaan bekijken geluid hoe we dat kunnen op gaan lossen. Als het goed is, heeft Antoon al opgehangen, denk ik. Ja, oké. Okay. Nou, dit was een kort, maar goed, we zaten met tijd omdat Antoon wat later binnen is gekomen vanwege zijn werk, denk ik. We gaan nu kijken of ik Elvin kan bereiken. Ja. En ik hoop dat ons geluid dan beter is, want anders weet ik dan niet. Is er een andere manier van bellen? Nee, de enige manier. Weet je wat ik doe? Ik ga dan niet via WhatsApp bellen. Ja. Misschien is dat ook een beetje... Ja, maar dat is jouw speaker en dan hoor je jezelf terug. Ja, ik hoor mezelf en dat is niet handig. Ja. Maar misschien wil je nog ingaan op wat... Ja goed, ik zie een reactie van de heer Subhas Gampat. Die zegt van corruptie, nepotisme, schuldenberg, geen productie. Hoe ga je het oplossen? IMF, vraagteken, die zal eisen dat bezuinigd moet worden. Waardoor de kleine man nog meer zou worden uitgeknepen. Meer lenen, vraagteken, dat is uitstel van executie. Wat is de oplossing? Nou, meneer Subhas Gampat, ik weet niet of u die vraag rechtstreeks aan mij stelt. Maar als u dat wel doet, dan als u mij ook volgt, dan weet u dat ik een plan heb om Suriname binnen 1 klap uit de problemen te helpen. En dat is de controle over onze binnenlanden terugkrijgen. We hebben nu Alvin Roosevelt aan de lijn, telefoon. Dus ik wil daar straks op ingaan. Ja. Goedenavond, Alvin vanuit Amsterdam. Goeie frisse avond in Suriname, nog lekker goeiemiddag. Ja, Alvin. Ja, plaag ons maar hoor. Ik zit hier met Peter Wolf en Wilgo Pengel. En we hebben een x-aantal vragen naar jou toegestuurd. Die heb je inmiddels ook ontvangen van mij, hè, gisteren. Heb je die nog kunnen voorbereiden? Nee. Oké, dan gaan we... Daarvoor zijn we er. Dan gaan we het gewoon even rechtstreeks vragen en kijken waar je antwoord op weet en waar je geen antwoord op weet. Dan gaan we het horen. Peter, je hebt sowieso een vraag. Ja, goed, ja klopt. Het CDS is vorige week in opspraak geweest omdat men ging klagen. Ik weet niet uit welke hoek de klachten kwamen, maar het ging erover dat men vond dat CDS eigenlijk geen verschil is met de vorige NHII. En dat het nog steeds een verlengstuk is van de regering. Terwijl men had beloofd dat het een neutrale positie zou innemen vanaf nu. Hoe ga je met die kritiek om, Alvin? Neutraal is denk ik onmogelijk, want je doet communicatievoorziening vanuit de overheid. Je bent eigenlijk de centrale doorgeefluik van alle berichtgeving vanuit de overheid. Dat is de positie van CDS. Ik heb daarbij een onderscheid gemaakt tussen politieke communicatie
regeringscommunicatie en overheidscommunicatie. Als ik dat even snel mag schetsen in een voorbeeld. Een regering die zegt, sluiting van het binnenland, dat brengt ontwikkeling in een land. Een overheid die zegt, we moeten een brug maken van hot naar her. Mm-hmm. En een politieke partij die zegt, ik zie naar mijn partij, zorg dat Abroiki komt. Right? Dat zijn in mijn optiek drie verschillende dingen. Wat wij als CDS moeten doen, is het beleid communiceren in de day-to-day business van de overheid. En wat ik daarbij heb gezegd, is dat een regering politiek moet scoren, want anders ben je de volgende 5 jaar niet daar. Maar de manier waarop je dat, je die politieke boodschap gaat overbrengen, is door gewoon het land goed te regeren. Ik doelde eigenlijk meer op het programma dat nu in de plaats is gekomen van Bakan Natori. Men vond dat dat programma ongeveer dezelfde symptomen vertoonde als zoals de NEI in de persoon van Limbo dat deed. Is dat wat je eigenlijk bedoelt te zeggen met je antwoord? Nee, wat ik bedoel te zeggen is, laat maar zo met die kritiek omgaan. Ik denk dat de president de vrijheid heeft om zijn eigen programma's te maken. Ik denk dat wat de pers zou moeten doen is hun eigen momenten met de president creëren. Ik geloof niet in toeval, maar het toeval wil wel dat die persmomenten, veel van die persmomenten door mij, door en via mij gaan de aanvragen. Mm-hmm. En ieder die tot nu toe een vraag heeft neergezet om de president te spreken, om een interview te hebben of wat dan ook, is gehonoreerd. Ja. Dus als de president elke week zijn eigen forum heeft waarin hij zijn woordvoering doet, en dan nog de president heel erg laagdrempelig beschikbaar is voor de pers, dan denk ik niet dat je de president kan verwijten dat hij zijn ding doet. Ik denk dat you need to step up your game en meer momenten aanvragen met de president. Okay. Waar wij, denk ik, absoluut wel een point of improvement hebben, is wat we hadden beloofd, de wekelijkse persconferenties. Mm-hmm. Dat ja. moet zeker komen. Daar moeten we verandering in brengen en daar zijn we aan het, daar werken we aan. Okay. En in hoeverre is het een keertje mogelijk voor ons als Surinamers, de diaspora hier, om eens een keer de president aan de telefoon te krijgen? Oh, dat verzoek leg je bij deze, is bij deze bij mij neergelegd. Ja. En ik zorg ervoor dat dat verzoek op zijn agenda komt. Super, dan kunnen de Surinamers hier in Amsterdam en sowieso in Nederland rechtstreeks horen van de president. Dat zou topje zijn. Het is zeker. Bij hem neergelegd nu. Ja, zeker. Ik heb nog een vraag. Ja, ik heb ook een vraag. En dan is het mijn laatste vraag naar Alvin toe. Alvin, de grote hamvraag in Suriname is, wat is er eigenlijk met Limbo gebeurd? Is hij ontslagen? Heeft hij zelf ontslag genomen? En wordt hij nog doorbetaald? Ja, hoe zit het eigenlijk met Cliff in Limburg? Wat is zijn status op dit moment? Ja, het zou niet elegant zijn om die goede man te bespreken, maar wat ik wel mag doen is vanuit de regering. Clifton Limburg is ontheven uit zijn functie vanwege andere beleidsinzichten. Ja. Oké, okay. Dat is helder. En wordt hij nog betaald of mag dat niet gezegd worden of niet? Oh ja, dat mag gezegd worden. Hij is ontheven en ter beschikking gesteld aan het kabinet. Ja. Dus hij wordt nog steeds betaald. Oké. Okay. En is hij al ingezet voor een andere functie? Nee, dat wordt nu geformuleerd. Oké. Okay. Dankjewel, Alvin. Ja. Andere vraag die ik heb. Mike Pompeo, die komt naar Suriname, of is al geweest, denk ik. Nee, hij komt donderdag. Hij komt, donderdag. Ja. Wat kunnen we verwachten? Ja. Suriname wil 400 miljoen lenen. Gaat het lukken? En waarvoor wil men lenen? Wil je me ontslaan van het antwoorden op die politieke kwesties? Okay. Hij komt in elk geval, we mogen blij zijn dat hij komt. Hij doet de Guyana's aan. En we zijn bijzonder vereerd, omdat het... It's been a while dat we zo'n hooggeplaatst bezoek hier hebben gekregen. Er zijn wat bilaterale gesprekken op de agenda. En nadat die gesprekken gevoerd zijn, dan komen we als regering zeker uit met wat die gesprekken hebben opgeleverd. Oké, okay, andere vraag van een kijker is, de VP heeft onlangs een directoraat volkscommunicatie in het leven geroepen. Is Alvin niet bang dat dit directoraat en de CDS, waarvan hij het hoofd is, elkaar in de wielen gaan rijden? En vindt hij het niet dat de regering een verkeerd signaal afgeeft naar de samenleving en kan hierdoor met betrekking tot de informatie ruis in de samenleving ontstaan? Ja, het is waar je staat. Hè. Als je van buitenuit staat, dan kan ik me voorstellen dat het
chaotisch overkomt en dat het onduidelijk is voor mensen om te begrijpen waar we precies naartoe gaan. Maar van binnenuit weten we dat we on speaking terms zijn met het kabinet van de vicepresident. Mm-hmm. De wenselijkheid was bekendgemaakt om te hands-on met die informatie om te gaan, dat ze toch wel echt vanuit hun eigen inzichten de informatie wilden brengen. Mm-hmm. Eenheid in bestuur maakt dat we nog steeds in conclave zijn om ervoor te zorgen hoe we die gepropageerde eenheid gaan laten zien, trots die communicatiestructuur nu in twee takken of twee vertakkingen heeft. Oké, okay. En een andere vraag van mij. De regering is nu 2 maanden, denk ik, aan het bewind. Hoe ervaar jij, want er zijn heel veel kritiek wordt er geuit, negatief, mensen zijn niet tevreden. Hoe ervaar jij dat? Wat doet de president? Hoe werkt dat door? Ik begrijp het. Mensen hebben verwachtingen. Mm-hmm. Mensen zijn eigenlijk bijzonder moe van wat er allemaal verkeerd is gegaan. Mm-hmm. En ik denk dat deze regering, toen zij oppositie waren, heel goed aan het volk hebben laten zien wat er allemaal misgaat. Nu willen mensen iets anders. En ja. Mensen willen het snel. Ja. Eigenlijk willen mensen het pisteren. En nu dat we daar zijn, denk ik dat de evaluatie... We hebben heel weinig tijd gekregen, hè, om achter het stuur te gaan zitten en te evalueren. Omdat die auto moet blijven rijden. Mm-hmm. De overheid moet blijven werken. Dus het is een beetje evalueren. Bijkomen van de schokken van wat je ziet terwijl je evalueert. En ook nog het land blijven regeren. Dat maakt dat de regering met steeds voortschrijdend inzicht maatregelen moet treffen. En je moet sommige zware maatregelen treffen omdat je inkomsten moet gaan genereren. Maar tegelijkertijd moet je alvast minder beginnen uit te geven. En dat brengt allemaal met zich mee impopulaire maatregelen. Dus dan heb je het stukje waarbij je impopulaire maatregelen moet nemen. Want je moet minder geld uitgeven. Mm-hmm. Mensen hebben dus minder geld in hun zak. En aan de andere kant kan je niet zo snel handelen zoals mensen willen dat je handelt. Maar ja, ik kan die frustratie dus begrijpen, maar je kan niet. Mensen vragen ook gewoon expliciet, waarom begin je niet met de boel opsluiten? Maar opsluiten is niet naar iemands huis gaan en de persoon opsluiten. Het is een strafzaak voorbereiden, gedegen onderzoek doen, voldoende bewijsmateriaal op de proppen laten komen, alles correct uitzoeken. Want je hebt gezegd dat je een regering van diplomatie wil zijn en van vooral democratie. Dan moet je aan de democratische processen houden. En die hebben gezegd, everyone is innocent until proven guilty. Dus dat maakt dat je werk nog meer tijd in beslag neemt, omdat je het goed wil doen. Je wil niet een eendagsvogel zijn of om anders van een koude kermis thuis te komen. Want anders krijg je echt pas een aantal rechtszaken aan je broek van dezelfde bevolking nog, die je vraagt om sneller te gaan. Dus ik denk dat het steeds weer een balans vinden is tussen doen en onderzoeken voordat je doet. Alvin, ik wil even duidelijk maken dat over de gele linie de bevolking niet echt zegt van joh, we willen sneller en beter. Maar je merkt overal op social media, maar ook in onze programma's, dat mensen zich irriteren aan het nepotisme dat na 40 jaar, 50 jaar nog steeds doorgaat. Dus daarom lijkt het alsof men deze regering geen ruimte geeft. Maar men is gewoon boos. Men had verwacht dat er eindelijk een nieuwe regering zou komen, die een nieuwe wind zou laten waaien en die zou stoppen met nepotisme, het aanstellen van familieleden en partners en echtgenoten en broertjes en neven. En wat we zagen aan het begin bij het aantreden van deze regering, dat dezelfde symptomen van de vorige regeringen terugkomen. Dus dat wil ik even meegeven. Van, het is niet alleen dat men geen geduld heeft. Men is geïrriteerd geraakt omdat men dezelfde dingen zag van al die jaren waardoor ons land zo diep is weggezakt, gewoon terugkomen bij deze regering. Dus dat is eigenlijk wat ik wilde duidelijk maken van mijn kant. Dank je, ik neem je inzicht ermee. Oké, thank you. Oké, volgens mij hebben we de regering. Iemand zegt Suriname, laat ons elkaar niet voor in de maling nemen. De Amerikaanse regering komt alleen maar vanwege het zwarte goud van de Guyana's. En niet zozeer om ons te helpen. Ja, sorry. De vraag is aan... Die opmerking is gemaakt. Nou, dat klopt. Amerika heeft schalieolie. Dat is olie van hele lage waarde. En dat kost heel veel geld om te produceren.
En men weet dat ooit er een schaarste gaat komen aan olie. Olie is een, raakt een keer op. Dus wat doet men? Men probeert overal ter wereld, probeert men belangen te krijgen in olie. Waardoor men niet gebruik hoeft te maken van de dure schalieolie die men tot nu toe in Amerika en vooral bij Alaska heeft. Nee, daar kan ik wat van begrijpen van deze opmerking. Ja. Ja. Oké. Okay. Iemand zegt hier, wat vind je van de kritische feedback van Nita Ramcharan? Ik denk dat het heel goed is als er kritische feedback is, want dat houdt je scherp. Mm-hmm. Er zijn verbeterpunten opgenoemd, want dan heb je er iets aan. We gaan werken aan die verbeterpunten, zoals ik zei, de wekelijkse persconferenties die komen eraan. En ja, de toon die wordt gezet, net als wat je zegt, dat kan je vertalen als gepassioneerd het menen met dit land. Dus ja, ik haal er mijn voordeel uit. Oké. Nou, Elvin, hartelijk dank. Ik weet natuurlijk dat je het druk hebt. Hoe moet je nog even regelen? Ben je al helemaal gesetteld in jouw functie? Zijn er nog nieuwe dingen die we kunnen verwachten? Want je hebt natuurlijk die Krintaki met de president. Dat is iets nieuws natuurlijk. Hoe bevalt dat? Hoe komt het over bij de samenleving? Nou, gemengd. Wat wij hebben geleerd, zoals ik zei, voortschrijdend inzicht. Wat wij hebben geleerd is dat dit niet het enige vehicle kan zijn om te communiceren. Mm-hmm. En wat we hebben geleerd is dat we ook andere entiteiten, andere overheidsentiteiten, zoals de vicepresident en de ministerie, mm-hmm. hun eigen forum moeten geven waarbij zij specifiek in kunnen gaan op zaken. Want door alleen de president te belichten, heb je ook gewoon alleen die feedback vanuit hem. Dus ik denk dat het beter is als de andere entiteiten ook aan het woord komen. En dat gaan jullie de komende 2 weken ook wel merken. Of de komende periode ook wel merken. En waarschijnlijk binnen 2 weken hebben we dat vast stramien van de persconferenties wekelijks. Mm-hmm. Dan wordt dat ook wel uitgerold. Oké. Een andere vraag is, wat is de reden van de aanwezigheid van mevrouw Santokki in Nederland? Het is voor privébezoek in Nederland. Oké. Wat kunnen we verwachten, trouwens, andere vraag, 18 september? Dat is de begrotings, indienen van de begroting. Ja. Wat kunnen wij die dag verwachten? Weet jij daar iets over? Nou, 18 september komt het volledig pakket dat de regering zal voorstellen. Mm-hmm. Om ons uit deze economische malaise te halen. Mm-hmm. Dan wordt het pakket gepresenteerd en dan gaan we richting de jaarreden, mm-hmm. waarbij we volledig zullen uit de doeken zullen doen wat er zal gebeuren. De president heeft al een beleid uitgezet dat in 3 fasen was verdeeld. En de eerste fase die duurt 9 maanden. Dus wat wij gaan krijgen op 18 is alvast hoe zullen die 9 maanden erin zien. Wat zijn de concrete stappen die gezet zullen worden om ons eruit te halen. En dan krijgen we wanneer we de jaarreden hebben het complete traject. Oké. Zal het dus zo zijn dat wij na 18 september eventueel kunnen spreken met cijfers? En ik heb een paar reacties van mensen die zeggen het zou te gek zijn om de president Santokki in de studio te spreken. Ja. Jij gaat het voorleggen, hè? Ja. Zeker. Dat komt goed. Ze mogen erop wachten. Dat komt zeker goed. Okay. Ik heb nog een laatste tip voor de First Lady, Alvin. Ik zag een heel vrolijk TikTok-filmpje van de presidentsvrouwen. Dat mag natuurlijk, is haar goed recht. Ik wil alleen zeggen van, joh, er zijn heel veel mensen die het zwaar te verduren hebben in Suriname. Mevrouw Santokki heeft ook een paar benoemingen op haar naam staan. Het zou fijn zijn als ze wat meer soberheid laat betuigen. Zodat ze laat zien van, hey, goed, ik ben er voor jullie. Ik ben niet zo blij als ik het doe overkomen, maar ik ben er echt voor jullie. Want ik kreeg heel veel klachten daarover. Mensen zeiden van, joh, waarom doet ze dit? We hebben het zo zwaar in Suriname. De prijzen zijn hoog in de winkels en zij gaat lopen dansen voor het paleis. Dus dat is wat ik even wilde meegeven. Ze heeft wel al dansend 500 studenten van... Ja, dat weet ik. Pakket te geven ter waarde van iets dat heel vrij hoge waarde heeft. Ze heeft ook met dezelfde energie de studenten van de middelbare school aangesproken en gefeliciteerd. En ook daar mensen blij gemaakt met specifieke dingen die ze kunnen gebruiken. Ik was ook blij. Ik weet niet als je op basis van haar gemoedstoestand in 1 video daaruit zou kunnen halen of andere informatie zou kunnen halen. Ik denk dat we dingen op hun merites moeten beschouwen. Het is een moment waarbij mensen geslaagd zijn en waarbij mensen blij zijn. En waarbij mensen minder blij zijn omdat ze het niet hebben gehaald. Maar ik denk niet dat de vreugde
van één moment en oprecht blij zijn, omdat we de hoogste percentages in geruime tijd hebben gezien dwars door deze coronapandemie. Ja. Dan denk ik niet dat blij zijn op dat moment af mag doen aan de keiharde realiteit. Nee, dat denk ik dat we oneerlijk zijn. Ik denk dat we het in een goede balans moeten houden. Oké, helder antwoord. Kunnen wij vooraf of na de jaarreden ook de cijfers van je krijgen? Dat gebeurt 100%. Je mag me eraan houden, Gloria. Okay. Super, dankjewel. Ik hou je eraan, Elvin. Nou, we kunnen dus hier zeggen als... hoe zeg je dat? Primeur. Als primeur. We krijgen cijfers. We krijgen cijfers. Nog grotere primeur. Dus we gaan binnenkort ook nog de heer Santokki zelf aan de telefoon hebben. En we kunnen gewoon met hem praten als de diaspora van Nederland. Mensen die vragen hebben natuurlijk. En dat mag allemaal. En dan zal de heer Roosveld proberen te regelen voor ons in het drukke schema van de heer Santokki natuurlijk. Onze tijd alleen is op de dinsdagavond van 9 tot 11... Elvin, dus dat zou in dat tijdstip tussen dat tijdstip moeten zijn. Dank voor je tijd, Elvin. Abou, hartelijk bedankt en heel veel succes met de werkzaamheden. Succes. Ja, blijf voor jullie veilig daar. Dankjewel. Dank jij ook. Doei, doei. Nou, dat was dus Elvin Roosveld van CDS, van de Communicatiedienst Suriname. En hij heeft dus beloofd, we gaan binnenkort de heer Santokki aan de telefoon hebben. En dan kunnen we hem vragen stellen. Ja, wat je ervan ook van kan vinden. Ik vind Elvin een rustig persoon. Ik vind dat hij goede antwoorden geeft, heldere antwoorden. Hij kan goed met kritiek omgaan. Dit is echt een verademing als je vergelijkt met Limbo. Ik ben echt blij dat Elvin nu echt de leiding heeft bij CDS. Ja, dus vanaf het begin eigenlijk dat ik hem in beeld zag. Dus stem klinkt lekker. Rustige persoonlijkheid. Beschrijvend. En hij, hij straalt vertrouwen uit. Ja, ik denk zeker. Dat het toch wel een belangrijk iets is, hoor. Als jij als perswoordvoerder een regering vertegenwoordigt of mensen vertegenwoordigt, dat je wel enige vorm van, weet je ziet er goed uit, oké. Ja. En je praat wel, je bent wel bespraakt. En weet je, want ja, sommige mensen die we hebben gezien. En hij nam het ook niet gelijk op voor de regering. Sorry? Hij nam het ook niet gelijk op voor de regering. En zei van, ik neem je kritiek mee. Ja. Weet je, dat is echt heel netjes. Ja. Weet je, het is heel professioneel. Ja, en moet ook, je wel meegeven. Ja. Ja. En ook wat hij aangeeft. We leren natuurlijk, we hebben dingen laten niet helemaal goed opgepakt. Ja. Net zoals hij zei, die persconferenties, de wekelijkse komen. Die hebben ze niet, die gaan ze nu inmiddels oppakken. Dus ook hij geeft ook aan. We zijn steeds met voortschrijdend inzicht. Ja. Het mooie voorbeeld van de auto, vond ik, die zei, zit in die auto moet gaan, maar tegelijkertijd moet je ook nog andere dingen doen. In het land, precies. Ja. Dus nogmaals, hij gaat goed om met kritiek inderdaad. Kijken of we nog wat opmerkingen hebben van mensen. Astrid zegt, het zou echt fijn zijn om de president Santokki in de studio te spreken. Ja. Nou, Elvin ken ik als een man van zijn woord, dus ik mag ervan uitgaan dat zo gauw hij die ruimte heeft, dat we het ook zullen horen. Ook de cijfers zullen we krijgen. En de tip ook gaat doorgeven aan de First Lady en aan de president, waarom men eigenlijk zo gebrand is, waarom men zo geïrriteerd is. Het gaat niet om dat men de regering geen geduld wil geven of geen tijd wil geven. Nee, men wil af van die oude, corrupte politieke handelingen die men keer op keer weer laat blijken. Ja. Dat is wat men trouwens wil. Ik weet niet of hij die tip van je gaat doorgeven, wat hij heeft aangegeven, heeft hij gezegd van op dat moment was ze in die hoera-stemming vanwege het feit dat er zoveel mensen zijn geslaagd. Na heel lang hebben ze zo'n hoge percentage. Tegelijkertijd heeft ze ook pakketten uitgedeeld aan mensen. Dus je moet het in balans zien, nou, zegt goed, dat kan. Vanuit zijn oogpunt kan ik het begrijpen. Mm-hmm. Alleen, je hebt te maken met een verarmde bevolking. Ja. Dan moet je als... Melissa noemt zichzelf een professional. Ja. Dan moet je een mate van empathie bezitten. Empathie hebben van, oké, ik ben blij, maar ik ben ook benoemd. Ik ben heel vaak... besproken. Ik ben heel vaak in programma's. Men twijfelde aan mijn kwaliteiten of mijn man niet bezig is met nepotisme. Ja. Dan moet je, als je met die wetenschap, moet je jezelf introvert gedragen. Je moet je niet gaan neerzetten als iemand die blij is. Want men gaat denken van, oké, als maar breed, ja, om mijn functie aan kiezen, als een president, en je mag dus houden in orde. Weet je, mensen gaan zo denken, mensen van de straat. Ik ben iemand van de straat ook, weet je, ik ben ook hostelman geweest op de markt, en ik weet hoe dat soort mensen denken. Als je dit soort dingen gaat doen, gaat men zeggen van, zie je, ik kies om mijn benoeming, nou, wij dansen, maar fuck aan een ami. Dat moet ze proberen te ontwijken. En daarom geef ik die tip mee aan... laat ze wat soberder, wil ik eigenlijk zeggen. Mm-hmm. Wat soberder gedragen. Je wilde wat zeggen daarover, Wilgo? Ze is nu in Nederland, weliswaar voor een privé aangelegenheid. Maar misschien dat we de mogelijkheid kunnen krijgen of creëren om haar te spreken. Ze is toch eenmaal hier zo. En het zou haar, vind ik persoonlijk, sieren als ze het dan ook gelijk moet uitleggen
hoe ze daar eigenlijk in staat. Kijk, we weten in elk geval, we willen allemaal hetzelfde. We willen allemaal een beter Suriname. Ik ga ervan uit dat zij dat ook wil. Ze heeft van mij het voordeel van de twijfel. Dus ik sta open om haar zienswijze met ons te delen. Ja, maar de mensen zeiden tegen me, nog een laatste stuk daarover. De mensen zeiden tegen me, die belden mij. Die zeiden van, joh, alle prijs dieren naar Winkri, mijn salaris is ingekort. En als mij go dans, als ze niet erger, als ze niet irriteren, als mij go dans. Want in ik zei, biggie money, maar mijn money heeft haar ver. Mij moest go bij de dier zijn naar Winkri. En ja, als ze had me. Ja, ik denk dat het inderdaad goed is om een stukje soberheid te laten zien. Aan de andere kant denk ik dat het juist dat we in balans moeten blijven. Dat het goed is dat ze laten zien, ik ben blij met de geslaagde. Dat wij ook moeten gaan leren van, oké, we zijn blij dat deze jonge mensen, ondanks de hele nonsens van de afgelopen maanden, een hele COVID-situatie, de man slaagt. Kobridje de man dat die, kobridje de ouders, kobridje de ching. Dus... Ja, maar soberheid. Maar ga niet dansen voor het paleis, vind ik. Nee, soberheid ja. En aan de andere kant, die beleidschap mogen we ook hebben. Al was van we pina, mimos breti, dat moeten we ook leren. We mogen blij zijn als het de ander goed gaat. Ja. Dus denk ik, die balans, denk ik, zou je moeten hebben. Ik weet niet of we haar kunnen spreken. Ik zou toch eerder geneigd zijn om eerst de president zelf te spreken. Daar zou ik eerder voor gaan. Zij is hier privé. Laat haar maar lekker genieten van haar privé-tijd. Ja. Misschien met family of something like that. I will try, but... ik ga vraag het aan Alvin. Ja. Ik ga toch iets voor de heer Santokki. Julia Denneboom zegt, Willem-Alexander ging ook uit zijn dak toen Nederland kampioen werd van een of andere sport. Het is totaal misplaatst. Suriname zit in grote problemen. We hebben grote financiële problemen. Het land is failliet. Het land is bankroet. Heel veel gezinnen weten niet hoe ze de volgende ochtend brood op tafel zullen leggen voor hun kinderen. En dan ga je lopen dansen voor het paleis. Ik vind het gewoon niet kunnen. Gewoon. Dat is mijn mening. Ja, ik sta er anders in. Hè? Ja, toen de koning ging dansen, was het gewoon puur een sportief evenement. Nederland had, ja, emoties. Nederland heeft geen sociale economische problemen. Wat wil je zeggen? Nou nee, dat zijn twee momenten. Er was een ander moment toen de koning, of hij was toen nog prins, ook danste. En dat was toen met het geval van Srebrenica. Toen hebben ze hem ook afgebrand. Ja, dat kan ik me herinneren. Ja. Oh. Ja. Weet je? Ik vind van, als wees sober, wees ingetogen. Probeer gewoon jezelf te verplaatsen in de bevolking. Weet je? En ja, we zijn blij. Er zijn heel veel mensen geslaagd. En daar mogen we blij om zijn. Maar ja, dat filmpje vond ik een beetje overdone. Ik heb het filmpje niet gezien. Op TikTok. Maar waren er andere medestudenten bij? Of de mensen die geslaagd waren, waren die er ook bij? Of? Nee, ik denk met een paar familieleden ging ze voor het paleis staan. Ik denk dat dat dan anders was geweest. Ja, als ze met de studenten hebben gedaan, dan was het anders geweest. Maar als ik met gangsters nu zou gaan staan dansen en iedereen, dan gaan ze ook kijken van, oh, dat is zo ben je. Maar ze is toch niet met gangsters te dansen? Nee, gelukkig niet, maar geen maar even een slecht voorbeeld. Maar helemaal, het ligt ook van naar benoemingen, weet je. Mensen kunnen het snel vertalen van, ja, you breti, you libi seti, of al kan aan mijn libi. Mensen moeten me niet verkeerd begrijpen, ze mag haar plezier hebben. Ja. Maar ik praat voor het volk. Ik weet hoe ze denken, die gasten op Latour, die gasten op Tamenga, die gasten op Munder. Ze gaan het niet appreciëren gewoon, dat weet ik gewoon. Ja. En ze mogen belt. En daarom brengt het ook ter sprake. Ja. Ik hoop echt dat ze dat meenemen. Ja. Astrid zegt, ingetogenheid is een pre ten opzichte van het gedrag. Hij zegt, Julia zegt, wees blij met de blijden. In tijden van nood en ellende is vreugde soms de beste remedie. Nou, daar ben ik zelf ook, ja, vreugde in het presidentieelpaleis. Ze hebben 3-4 functies. Ze krijgen 3 salarissen elke dag. Ik zou ook blij zijn. Maar ik zou want ik weet, ik krijg 3 salarissen. Ik zou me ingetogen houden. Ja, sorry. Ik vind het gewoon niet kunnen. Ze moet het gewoon niet doen. Laat dit gedrag na. En ga mensen helpen. Ga met sociale projecten bezighouden. En ga daar dansen met die mensen. Maar dat zegt dus Elvin, wat ik eens dan hoor. Ik weet dus niet. Hij zegt dus, ze heeft daarnaast ook die andere dingen gedaan. Echter hebben we dit stukje alleen gezien. En dat wordt uitgelegd van het niet kan. Maar we horen niks over de andere kant waarin ze dus wel... daar ben ik wel blij mee. ...met de leerlingen is geweest, waar ze wel pakketten heeft uitgedeeld. Nou, ik denk dus dat is een stukje balans. Soberheid ook en blijdschap naar de geslaagde. En blijdschap, ik weet niet, was maar voor familie bij Variari Minosabi. En ik zelf ben ook een erg vrolijk persoon. En ik denk, voor mij helpt het juist wel, ook in mijn eigen shit, om te blijven lachen en dansen. Ja, maar jij hebt nu de verantwoordelijkheid over 560.000 mensen. Nee, maar die heeft zij ook niet, hè? Ja, tuurlijk wel. Ze is de RPC van staatsolie. Ja. Ja, ze moet wel zaken voor Suriname gaan doen, hoor. Ja. Ze doet niet voor zichzelf zaken. Nee. Ze doet voor het Surinaams volk, hoop ik althans. Ja. Dus jongens, je blijft het in perspectief plaatsen. Je kan Melissa niet vergelijken met jezelf of met iemand anders. Mm-hmm. Zij heeft op dit moment een unieke functie. Ja. En die functie
heeft echt soberheid nodig nu. Want we zitten in grote, diepe problemen. Hoe gaan wij de salarissen eind van de maand betalen? Zelf haar man heeft gezegd van, ik weet niet of ik de salarissen kan betalen eind van de maand. En dan moet je niet gaan dansen. Ja. Dan moet je het gewoon nalaten gewoon. Oké, okay, Vincent zegt, laten we mevrouw Santokki met rust laten. Er zijn andere problemen in het land. Ben ik ook helemaal met je eens. Ja. We mogen nooit Nederland met Suriname vergelijken. En dat gebeurt te vaak. Ook helemaal mee eens. Zij is vandaag ook tegen iemand. Laten we alsjeblieft ophouden Nederland te vergelijken met Suriname. Zijn dingen zijn niet te vergelijken. Het is net alsof ik een kind van 12 jaar ga vergelijken met iemand van 32. Absolutely not done. Omdat Nederland zo ver vooruit is. En wij nog pas aan de wieg staan van onze ontwikkeling. We zijn pas 42 jaar oud volgens mij nu. Hè? Dus inderdaad. Kunt u op je woorden letten? Kunt u op je woorden letten, mevrouw Botsen? Sst, wat heb ik dan gezegd, meneer Gerald Bijlhout? Beatrix, Helga zegt, ik wel en ze heeft met studenten gedanst. Mevrouw Santokki is deel van het probleem vanwege haar nepotisme salaris. We mogen, oké, nou. Laten we mevrouw Santokki in ieder geval laten voor wat ze is. Ik hou ook op van dansen. En wat bedoel je, meneer Gerald, dat ik op mijn woorden moet letten? Ik groet je, Gerald. Mimatifus ranang, Favio. Nou, ik denk dat we nog... hoe lang hebben we nog? Volgens mij nog 10 minuten tijd om eventjes te praten. We hebben nog 12 minuten volgens onze technicus. We hebben gesproken kort met Anton Karg. Ja. Natuurlijk over de situatie in Suriname. Over dus de aangifte die hij gedaan heeft. Het is nog steeds nog in onderzoek. Ze zijn mensen hebben gehoord. Ik dacht dat Curtis deze week zou worden gehoord. Ja. Anton is anderhalve week geleden gehoord. We hebben gesproken met Elvin, waarin hij zegt van, hey, wij zijn bezig nog om zaken beter te regelen. Hij heeft ook aangegeven op jouw vraag van, nee, meneer Limburg is ontheven uit zijn functie, maar is ter beschikking gesteld voor het kabinet, dus hij kan nog ergens worden ingezet. Verder zegt hij, we moeten gaan werken aan nieuwe, die wekelijkse persconferenties. Ja. Ik denk erg belangrijk is in verband met ook, nee, behalve dat, die persconferenties met de pers, ja, dat ze wekelijks kunnen komen. Ja. Okay, dat werd, dat hebben ze beloofd. Dat zou een verademing zijn. En dat gaan ze dus doen, dat zegt hij. Ja, precies, dat je dus daar ook kan komen en je vragen kan stellen. Weer ook die informatie kan doorspelen naar die samenleving. Ja. En heeft het ook over Krintakje gehad, dat zij ook eigenlijk tot het besluit zijn gekomen van, hey, we moeten niet alleen maar de president aan het woord laten, maar ook de VP en ook andere ministers. Oh ja, dat zeg jij wat. Ik merk eigenlijk heel weinig van de VP. Die komt vrijwel niet op de voorgrond. Is het mij opgevallen? Of, nee, het is inderdaad zo. Het viel mij ook al een tijdje op. Okay. Het is ineens verdacht stil rondom de VP. Ja, het is echt heel stil. Ja. Nee. Ik had inderdaad gezegd in mijn eigen SHIT, dat klopt. Meneer Gerald, dat klopt. Het moet komen woorden op letten. Ja. Dankjewel voor de correctie. Ralf zegt, de frustratie binnen de Surinamers is heel hoog. Ik hoop dat de regering zal komen met een vangnet. Er zijn ouders die niet weten hoe de kinderen naar school te sturen. Ik vind uw programma trouwens heel mooi en luchtig. Dank u wel, Ralf. Jasmine Marou. Hele goede opmerking van deze man. Echt. En dat is wat ook de VES zegt. Van je kan met allerlei soort voorwaarden komen en condities scheppen. Mm-hmm. Waaraan het volk zich aan moet houden. Maar zorg ook voor die onderlaag. Al is het maar een bonnenstelsel. Dat mensen wekelijks bonnen krijgen om de basale consumptiegoederen te kunnen kopen. Want anders krijg je onrust. En dan speel je NDP eigenlijk in de kaart. En ik denk behalve onrust, je krijgt natuurlijk een hele hoge armoede, en dan ook een hoge criminaliteit, werkloosheid gaat omlaag en een hoge inflatie. Dat gaat er altijd mee gepaard. Ja, dus je zou voor een vangnet moeten zorgen, zoals we het systeem hier kennen. Anders gaat het niet werken. Ja, precies. Ja, uiteindelijk wil je natuurlijk naar een volk dat zich niet alleen maar afhankelijk is van bonnen. Nee, maar er is geen werk. Het is het hoogste werkgelegenheid ooit in Suriname. Er is geen werk, omdat er niet wordt geproduceerd. Het is werkgelegenheid of werk? Werkgelegenheid is heel laag. Aha. Het laagste, laagste werkgelegenheid ooit. Weet je, omdat er gewoon niet wordt geproduceerd. Er wordt gewoon niks gedaan. Iedereen wil bij de ambtenarij. Iedereen wil ambtenaar worden. Ja. En ja, er is ook geen werk. Omdat iedereen die nu wel werkgever is, die willen specialistische mensen hebben. Die willen echt mensen hebben die echt daarvoor gestudeerd hebben. En daarom zou de regering dus moeten zorgen voor nieuwe werkgelegenheid. Ja. Door bijvoorbeeld in de landbouw meer te gaan investeren. Visserij, veeteelt, inderdaad. Ja. Scholing, omscholing van mensen. Ja. Oké, ik zie je namelijk niet zitten net in mijn dode hoek. Maar ik leef nog wel, hè. Laten we duidelijk zijn. Ja. Nou, ondertussen zit ik even te kijken over wat er in Suriname gebeurt. Wat voor nieuws er is in Suriname. En ik lees hier net op de Suriname Herald. First Lady Melissa Santokki
Heeft vandaag een informeel bezoek gebracht aan de gemeente Diemen in Nederland. Ja, dat heb ik gelezen. Ze werd ontvangen en dus ja, ze is weliswaar voor privé aangelegenheden. Maar als ik het verhaal zo lees, zo vind ik toch dat we een poging moeten wagen. Want ja. Wat ik hier lees, en ik zal de luisteraars het nu even besparen, maar de dingen die ik hier lees, heb ik zoiets van, als je echt alleen voor privézaak hier bent, weet ik niet wat je in Diemen op het stadhuis gaat zoeken. Nou, ik vind het wel goed dat ze dit doet. Je ziet zelf op Facebook, deze regering is niet geliefd. Dus ze is met een lobby bezig. En ja, dat kan je niet kwalijk nemen. Ze is met een bepaalde lobby bezig en ja, dat juich ik wel toe. Mm-hmm. Weet je, dat ze toenadering zoekt bij de diaspora. Weet je, want ja, deze regering is echt niet geliefd. Dat kan je overal zien. Ja. Weet je, en zij probeert het te lobbyen, om het een beetje ik krijg nog twee vragen. Eén vraag is van John. Wat vinden jullie van de reactie van de heer Linscheer in de media? Mag ik mij daarvan onthouden? Misschien wil jij daar iets over zeggen, Peter? Of Wilgo? Wilgo, jij? Ik heb alle vertrouwen in justitie. En dus het is zoals meneer het aangaf. Nou, laat ze het bij de PG droppen. En dan zullen we zien wat eruit komt. Ik ken de man voor de rest niet. Ik kan hem, weet wel wat dingetjes, maar goed, dat moet ik nu helaas... Schuldig blijven. Ja. Nee, ik moet zeggen, dat zijn voorlopig nog geruchten. Er zullen bewijzen moeten komen, want je kan voor alles over iedereen roepen, maar er moet bewijs zijn. Nou, dat vind ik wel makkelijk, hoor. Dat vind ik wel makkelijk. Het is niet makkelijk. Ja, nee, het is wel makkelijk om dat te zeggen. Weet je van, je weet dat je stilt en je weet dat niemand heeft gezien. En dan ga je zeggen van, kom met bewijzen. Terwijl iedereen weet dat je... Want ze zien je ineens een nieuwe auto. Ze zien ineens, je hebt een groot huis. Dus kijk, ik vind van, hij had niet moeten zeggen van, kom met bewijzen. Omdat de heer Linscheer echt een discutabele rol heeft gespeeld in de Binnenlandse Oorlog. Ik ben zelf ook ex-militair. Ik was in die tijd ook in het leger, dus ik weet wel een klein beetje hiervan. Hij had een naam. Hij had een naam en het was niet mooi. Hij en Rupert Christopher, die is nu overleden geloof ik. Ja. Maar die twee stonden bekend als beulen. Die stonden bekend als beulen in het leger. En ja, tuurlijk is er geen bewijs. Dus ja, dat is makkelijk om te zeggen van ja, kom met bewijs. Maar voor de rest, ja goed... over zijn benoeming. En wat vond je van zijn reactie? Inderdaad, was van kom met het bewijs. En het is lastig als je geen bewijs hebt. Dat moet je niet hebt. Doen. Dat vind ik makkelijk. Dat vind je makkelijk. En dat wil zeggen van ja, je ergert je. En dan moet je mensen niet laten blijken in zo'n positie. Weet je, want het irriteert je dat mensen over jou praten. Nou, in zo'n positie, zo'n hoge positie, moet je totaal niet reageren. Mondje houden, mondje toe. En laat men gewoon zeggen wat men wil. Maar doe je ding. Als zoals de heer Santokki, meneer Bouters, zijn uitspraak heeft genegeerd. Precies. Ja. Weet je, en dan de bloed het dood. Je wordt ook een attap. En nu gaan er vragen gesteld worden. Ja, nu gaan er vragen gesteld worden. Ja, en dan weer vragen. En het gaat zijn eigen leven leiden. Soephas zegt nog, we hebben nog 5 minuutjes. Er is een raamovereenkomst tussen Nederland en Suriname. Dat moet de basis zijn voor de herfinanciering. Wat is die raamovereenkomst? Ja, dat is zo'n heel breed... Nou, er zijn ook nog gelden die we krijgen. Hè? Ja, dat is niet veel. Dat is ongeveer 28 miljoen euro, geloof ik. Ja. Nee, maar wat zal er ingenomen? Of Nee. Echt over de restmiddelen. De restmiddelen. Die we nog hebben. Ja, dat is iets van 30 miljoen euro ruim, geloof ik. Ja. Dat is eigenlijk gewoon money. Nou goed, we kunnen het wel goed gebruiken natuurlijk. Uiteindelijk kunnen we het goed gebruiken. Maar... En ook die 19 miljoen, als ze dat allemaal... Maar het is wel een druppel op een hitteplaat als je bedenkt dat je elke 6 maanden 25 miljoen aan rente moet betalen. Alleen maar aan die obligatie. Rajan zegt welkom in Diemen voor de First Lady. Rajan woont zelf in Diemen, dus daarom zeg je dat, hè, Rajan? Ja, mocht je haar zien, spreek haar aan. Zeggen we willen haar spreken. Althans, Wilgo wil haar graag spreken. Ik denk, nou, laat die mevrouw lekker hier zitten. Ik hoop in elk geval gauw dat wij de heer Santokki aan de telefoon zullen hebben om met hem te kunnen praten. En dan, als we die tijd hebben, dat we ook echt alleen met hem zullen praten. Ja. En dan gaan we dus ook vragen stellen gericht. We gaan niet schelden. Ik heb een paar opmerkingen hier gelezen van mensen die taalgebruik nu waarvan ik zeg, dat wil ik liever niet. Laten we liever op een vrij, hoe zeg je dat, beschaafde manier, wijze met elkaar communiceren. Ja. We hoeven niet altijd met elkaar eens te zijn. Precies. But let us agree to disagree in a civilized way. Ja. Heeft hij de raamovereenkomst gelezen? Nee, ik heb de raamovereenkomst... Voor wie stelt hij, aan wie stelt hij die vraag? Waarschijnlijk aan Wilgo, want Wilgo vroeg naar de raamovereenkomst. Ik wil het zien. Ik wil het ook zien. Ik ga even op onderzoek uit. Dank u wel, Soephas. Want de grap is ook. We gaan ervoor zorgen. Ja. Heb jij het wel gelezen dan? De raamovereenkomst geldt niet alleen over een paar miljoentjes. Nee, ik dacht ook dat er veel meer zou worden afgesproken. Ik ben er benieuwd naar. Qua werkzaamheden, qua begeleiding en zo. Twinning en dat soort dingen. Ja, er zal zoveel meer gedaan worden. Dank je wel, Soephas. Dank je wel dat wij... We hebben het niet gelezen, maar misschien dat je het voor me kan sturen. We zijn bijna klaar. Ik ga het zoeken. 4 minuutje. Julia zegt dat juich ik toe. Een gesprek met de minister-president. Soephas, compact zonder. Wat bedoelt hij met zonder?
Oké, doe dat. We gaan het zeker lezen, Sopas. Dankjewel voor je bijdrage. Ik hoop dat er ook iets in staat over wat ze voor ons hier in Nederland gaat doen eigenlijk. Want we hebben het altijd over Suriname, maar er zijn ook Surinamers hier die ook de nodige dingen hebben. En het zou leuk zijn als ze het een keer over ons zouden hebben. Dat willen wij ook een keertje doen, hè? Over ons hier in Nederland, want wij wonen inmiddels hier. Alhoewel mijn hart in Suriname ligt. Ja toch, Gerald, dat weet je. Maar inderdaad willen we het ook gaan hebben, dat willen we ook de komende weken gaan doen, om te gaan praten over de diaspora hier in Nederland. Waar lopen wij tegenaan? Ja, hoe kunnen we dingen verbeteren? Ik heb volgende week ook een gesprek met Tirsa Bank. Die heeft een leuk artikel geschreven, heb ik alvast uitgenodigd, die daarover kan praten. Ook over die bewustzijn van wat kunnen wij zelf doen, in plaats van die vinger te laten zien van Nederland, doe niks, maar wat doen wij dan? Want ik blijf er zeggen, die verantwoordelijkheid dragen wij zelf. Ja. We gaan nu 3 minuten heb ik nog. Peter, wil jij nog wat zeggen? Of Wilgo, wil jij nog wat zeggen? Ja, ik wil even snel aanvullen op de mensen die iedere keer vragen naar de oplossing. Hoe wij Suriname uit deze blubber kunnen helpen. Kijk, de mensen die mij volgen weten dat ik het heb gemunt op het goud. De goudprijs is historisch hoog. Sky high. En het gaat alleen maar stijgen door de problemen die zich blijven voordoen in de wereld. Suriname heeft heel veel goud. Het is alleen maar voor een paar mensen bedoeld. De Scallionhouders, de vicepresident. Alleen die mensen genieten van het goud en vrijwel niemand betaalt belasting. We moeten de controle over onze grenzen en onze binnenlanden terugkrijgen. En dan kunnen we eindelijk die goudordening ter hand nemen en milieubelasting en goudbelasting geven. Dan zul je zien dat we binnen een jaar van onze problemen af zijn. Dat is één van de manieren. Ik ben natuurlijk geen voorstander van alleen maar goud natuurlijk. Want we moeten natuurlijk ook zelf gaan creëren en produceren. Maar voor nu lijkt mij dat de meest aannemelijke oplossing. Ja. Nou, die vraag goed voorleggen aan president Santokki. Jij wil gewoon nog wat te zeggen voordat wij eruit gaan. Nee, ik denk dat alles vandaag al wel vervat is. Hoe ik er ook in elk geval over denk en wat ik het over zeg had. Oké, dankjewel. John geeft nog af, we moeten gaan voor de afschaffing van de visumplicht. Misschien ook iets om beter te bespreken. Nou, dat gaan ze niet doen, dat weten we. Ja, maar dat is ook een raar iets hoor. Want, er zijn 27 landen die daarover moeten beslissen. Hè? En behalve dat, Nederland weet dat als ze eenmaal de visumplicht gaan afschaffen, dat het een richting verkeer wordt. Ja. Want het gaat niet goed in Suriname. Weet je hoeveel mensen hier naartoe willen komen voor een beter leven? Ja, hoe ga je het probleem oplossen als ze eenmaal hier zijn? Ja. Ik denk dat het echt een utopie is om dat te bedenken. Oké. Julia zegt, topprogramma, zeer informatief, ga zo door. En Vincent Marcel, we love Gloria, she's the best. Onze diaspora spreekt bij ons door. Dankjewel voor het compliment. Nou, oké, mensen, dankjewel voor het meedoen, het meepraten, het sharen van ons programma. En voor het geduld dat jullie hebben. Dank jullie wel nogmaals. Tot de volgende week. Dan zijn we met Tirsa Bank. En waarschijnlijk ook nog met een andere telefoon die we hebben. Vergeet niet te sharen. En wat wil jij zeggen, Wilgo? Je kan het ook gewoon zeggen. Oh ja, het mag. Yes, aankomende vrijdag. Oké, aankomende vrijdag ben ik gewoon weer met mijn eigen live thuis. En dan zijn we ook met Winston Ramautarzing, de voorzitter van de VES, hebben wij dan aan de telefoon. Ook een interessante spreker. Bedankt. Welterusten voor straks. Hetzelfde. Wat wil je zeggen? We moeten eruit? Oké, we zijn nu eruit. Ciao, ciao. Swai, swai. Yes, dag hoor. Me sarso te. Sote, ma mi sabita quando io con da ciò cringbaka e mi sabita quando io con voco macandra di cavi alle beghi i amoro bulibi mas ragade lo kunu. Manaveta duta cruz.